We staan hier vandaag vanwege de feestelijke opening van de Wereldschool. We staan hier met Dennis. Kan je wat vertellen over de opening? Ja, het is vandaag een unieke dag voor het KON, voor de centrale opvang voor de nieuwkomers. Wij hebben de afgelopen jaren gehuisvest op verschillende locaties in Schiedam. En we hebben het voor elkaar gekregen dat we nu gezamenlijk in één schoolgebouw zijn gekomen. Dus dat is een stukje historie die de stad Schiedam heeft geschreven. Oké, want je zegt dan dat er heel veel verschillende locaties zijn geweest. Om hoeveel gaat het hier dan om? Nou, we hebben vele plekken in Schiedam gezien. Maar de afgelopen jaren hebben wij lokale gehuisvest binnen het Startblok en de Paperclip. Maar dat was voor ons eigenlijk heel moeilijk om mee te werken, omdat wij verspreid zaten. En het is juist zo dat wij door samen te zijn in één gebouw kan je de krachten bundelen. Je kan kennis beter delen met elkaar. De werkwijze, hoe wij werken, groepsdoorbroken, dat kan je nu veel makkelijker faciliteren. En dat gaat weer ten goede aan de ontwikkeling van de kinderen. En hoeveel klassen zijn er dan eigenlijk met hoeveel docenten? Wij hebben nu 6 groepen, wij ongeveer 90 leerlingen. Maar dat varieert het hele jaar door, omdat nieuwkomers het hele jaar door Schiedam binnenkomen en Nederland binnenkomen. En de leerlingen blijven in principe blijven ze een jaar bij ons op school. En in dat jaar leren wij ze heel snel de Nederlandse taal, zodat de kinderen heel makkelijk kunnen doorstromen naar het reguliere basisonderwijs of een andere vorm. Wat ik me afvroeg is, zijn er veel kinderen van vluchtelingen op deze school? We hebben er wel een aantal. Maar voornamelijk zijn het wel nieuwkomers. Dus niet allemaal vluchtelingen. Oké. Wat moet ik me dan voorstellen bij nieuwkomers? Hoe lang zijn ze al in Nederland? De nieuwkomers die bij ons op school zitten, die zijn hier echt net. Dus sommigen zijn al een paar dagen hier in Nederland. En ze melden zich dan bij ons aan. En dan gaan ze bij ons starten. Oké, en heb je dan enig idee hoeveel verschillende nationaliteiten het behelst? Of ongeveer een inschatting daarvan? Nou, dat zijn er echt heel erg veel, want over de hele wereld komen mensen richting Schiedam. Dus hoeveel dat er precies zijn, weet ik niet, maar uit elke hoek komt wel een leerling. Oké, en ik kan me voorstellen dat jullie dan een soort taalbarrière zullen hebben in dit geval. Kan je dat wat meer toelichten? Ja, dat kan. Wij beginnen echt heel erg bij het kind zelf. Dus we kijken van welke woorden of welke spullen heb je nou echt nodig om een dag op school door te komen. Dus we beginnen echt bij het potlood en het schrift. Bij hele makkelijke en woorden die je meteen nodig hebt, bieden wij aan. Lieve mensen, welkom terug. U zit te kijken naar Look TV, Stadsomroep. Alle namen luisteren we naar, maar dit is in ieder geval het programma Café Lokaal. Henk, volgende week is zover. We hebben Hans Verhel uitgenodigd. Hans Verhel is uitgenodigd. Nou, dat is de man die ook al jarenlang bij die intocht is betrokken, Hans. Ja, hè? Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Kijk je er ook naar uit als mens zijnde dat met alle beslommeringen die je hebt? Ieder jaar. Nee, dat is weer even zo'n punt. Ik vind het zo leuk. Het gaat om de kinderen. En daar kan je eigenlijk nooit genoeg van krijgen. Nee. Die kinderen een leuke Sinterklaas-intocht geven, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die je, voor mij in ieder geval, in het jaar. Ja. De glimlach van een kind doe je beseffen dat je leeft. Henk, dat is de reïncarnatie van Willy Alberti, dat had je al gezien natuurlijk. Ja. Hè? Nou, ik ken dat liedje. Ja, als jouw betrokkenheid zit met name in het vaargedeelte. Ja, Sinterklaas die komt natuurlijk ieder jaar gewoon naar Nederland. Nog steeds met een boot? Nog steeds, ja. Hoe lang nog? Nou ja, kijk, oude mensen moet je niet anders laten vervoeren. Hè? Nee. Ja, maar dus de pensioengerechten, de leeftijd staan nu weer een beetje vast. Hè? Maar hij is al zo lang over die pensioengerechtigde leeftijd heen. Ja. Dus hij komt nog steeds met zijn eigen stoomboot, met de Madrid. Dit jaar hebben we natuurlijk weer hele grote problemen geweest. Dus wij zijn naar Spanje gegaan, want door een virus, ze zeggen het pepernotenvirus, is ze konden geen digitale kaarten meer zien, want de pieten zijn natuurlijk wel gemoderniseerd. Hè? Dat het Sint dat niet snapt, dat is een ander verhaal. Zijn zelfs van schrik van kleur verschoten, heb ik gehoord. Ja, bij ons niet. Gelukkig niet, want we hebben ze niet zo erg laten schrikken dat ze van kleur moesten verschieten. Maar ze zijn gewoon nog bruin. Maar goed, wij zijn daar dus geweest en we hebben een kaartenset gemaakt, zodat de Sint wel de weg naar Schiedam kan vinden. Ja. Maar Wat is het mooie, de stoomboot kan natuurlijk niet Schiedam binnen, want dat is veel te ondiep. Okay. Die steekt diep, die moet over zee. En als je in Schiedam binnen wil varen, ja, dan is de stoomboot, die loopt aan de grond. Ja. Dus die zou niet verder komen dan bij Nolet voor de deur. Ja. Maar in het verleden hebben we wel eens meegemaakt, Hans, dat de boot voorbij voer. Want het staat bekend dat Schiedam moet zich beter profileren. Ja, ja. Als je bij Schiedam komt, rijden ze zo langs. Ja. Men weet niet eens wat er is. Dus, nou ja, dat dus is de boot bij het water dus, hè? Dat is nu al 25 jaar geleden dat de Sint ons een keer voorbij gevaren is. Ja. Ja. En toen dachten wij als Schiedamse schippers... Ik weet het nog. Toen dachten wij als Schiedamse schippers van... wij willen voorkomen dat de Sint ons voorbij vaart. Want dat is voor die kinderen in Schiedam natuurlijk helemaal niet leuk. Nee. En toen hebben wij gezegd, de Schiedamse schepen gaan de Sint tegemoet varen. Ja. En die wijzen hem de weg, zodat hij altijd Schiedam terug kan vinden. Maar ik heb van Pim begrepen dat jij bent het hoofd van de vloot die naar Sinterklaas tegemoet vaart. En ook weer meevaart de Lange Haven op. Hoe werkt dat nou? Hoe kunnen mensen nou meevaren? Moeten ze zich dan aanmelden bij jou? Hoe werkt dat? Onze schepen zijn bijna allemaal vol met pieten. Oké. Okay. Want die pieten, zoveel pieten kunnen er natuurlijk niet op die stoomboot. Nee. En die zijn er al wel wat eerder, maar die gaan wij ophalen speciaal. Dat doen de Schiedamse schippers dus, okay, om het voor de Sint zo makkelijk mogelijk te maken. Want anders moest hij weer een bus huren en dan moest hij weer moeilijk doen. Nou, bij ons hoeven ze niet moeilijk te doen, want wij zorgen dat die pieten binnenkomen. Maar niet alleen de pieten, er is ook nog wel een stroogoed aanwezig, hè Hans? Heel veel. Ja. Want daar kijken de kinderen natuurlijk ook altijd weer even uit. Nou zit er ook altijd zo'n klein bootje bij. Ja. En als die man dan aan een touwtje trekt, dan zegt hij... Ja. Kunnen we die niet een keer raken onder de waterlijn? Nou, daar schrikken er ook kinderen van. Dat kan je zeggen, maar weet je wel dat dat juist het schip van Sinterklaas is? Ja, joh. Dat is de stoomboot waarmee die van Spanje komt, hè? Dus die gaan we maar niet lek maken. Even voor volgende week, hoe laat moeten de mensen zich een beetje gaan verzamelen? Nou, en wanneer komt hij aan ongeveer? Nou, want, zover wij weten, want hij is al onderweg. Ja, tuurlijk. Zover wij weten, kunnen we verwachten dat hij zo tussen tussen 11 uur en half 12 in zicht komt. Ja. Zodra wij ook maar het idee hebben dat hij in de buurt komt, varen wij uit. Ja. Dat gaan we waarschijnlijk rond 11:30 doen. Oké. En dan varen wij de voorhaven van Schiedam uit en dan gaan we hem tegemoet. Hans, nou moet je ons iets technisch uitleggen. Het is niet zo dat je vanaf de Maasboulevard zo de Lange Haven op kan varen. Nee. Dan moet het door de sluis gegaan worden. Hoe werkt dat principe nou? Nou ja, kijk, het water in Schiedam is lager als het water op de rivier. Oké. En als de sluis er dus niet zou zijn, dan zou het in Schiedam overstromen. Oké. En dan in ieder geval bij hoog water. En dan vaar je met je schip de sluis in en dan? En dan gaat hij op het niveau wat buiten is. Of als je naar binnen gaat op het niveau wat binnen is. En dan, dan kan je dus naar buiten varen. Ja. En dan kom je dus op de rivier. Ja. Of aan de andere kant kom je dan de buitenhaven binnen. Ja. Maar dat is ook een van de dingen waardoor die stoomboot niet naar binnen kan. Die sluis. Ja. Nou, en wat wij hebben als Schiedamse schippers aangeboden om Sinterklaas naar binnen te brengen. En daar is Sinterklaas heel blij mee. We hebben nu ook weer een verschrikkelijk mooi schip bereid gevonden. Ligt in de Lange Haven. Bereid gevonden om Sinterklaas aan boord te nemen. Okay. En met Sinterklaas naar binnen te varen. En is Sinterklaas een ster? Heeft hij ijs aan boord? Fruitbanden, mooie vrouwen? Helemaal niet. Hij heeft geen eisen. Nee? Hij vindt het alleen maar belangrijk dat hij de kindjes gedag kan zeggen. En dat doet hij op het hoofd. En dat doet hij in de Lange Haven. Ja. Voor de Havenkerk. En dat doet hij ook weer op andere plekken. Nolenslaan. Op het stadserf. Ja. Of het stadserf geloof ik. He, maar ik doe alleen natuurlijk het varende gedeelte. Ja. Doe ik een beetje organiseren. En het is dus zo dat er komen wel 4 of 5 schepen, 6 schepen naar binnen. Okay. Met allemaal pieten aan boord. En we hebben het zo geregeld dat de Sinterklaas komt als laatste binnen. En waarom? Dan kunnen al die pieten alvast strooigoed uitdelen op de Lange Haven. En als nou ben jij schipper, hè? Ja. Bij het water is het altijd kouder dan in het land. Hè? Ja, dat klopt. Kun jij ouders toch nog eventjes meegeven dat ze hun kinderen warm moeten aankleden? Ja, natuurlijk. Ja, maar elk jaar zie ik weer kinderen dat ik denk van hartstikke leuk, maar dat is veel te koud. Ja, nee, daar heb je ook wel gelijk in. Dat zie ik ook, want ik loop al heel wat jaartjes mee hierin. Ja, ik kan het zeggen. En kleed je kind warm aan. Want als er een beetje wind staat, dan is het heel snel koud. Ja. En zeker langs het water, dan is de temperatuur altijd nog weer een paar graden lager. Ja. En op het water nog een paar graden lager. Ja, maar soms staan die moeders en die kinderen al uren te wachten. Want zo'n kind wordt wakker 's morgens en die wil er natuurlijk gelijk naar de Maasboulevard, die wil dat zien natuurlijk. Ja. Ja. Gaat hij ook nog te paard dit jaar? Is dat bekend? Nee, hij gaat niet te paard. Het is jammer, want anders zouden wij hem ook nog naar de Nolenslaan gebracht hebben. Ja. Ja. Maar dat moet met een koets. Ach jee. Ja, maar ook dat heeft Pim weer geregeld. Ja. Ja. Want daar hebben we Pim ook voor, hè, voor dat soort dingen. Die doet dat ook al heel lang. Ja, die is bijna net zo oud als Sinterklaas, heb ik gehoord. Ja, precies. Hans, we gaan je bedanken. Volgende week zaterdag is het zover. Spannend, zo'n laatste week. Groeit dan de spanning bij alle schippers een beetje? Ja, zeker. Ja, zeker. Want ja, je moet toch maar weer... Wie weet is het wel mistig. Ja. En dan moet je toch maar weer de Madrid kunnen vinden. Okay. En dan moet je hem toch maar weer kunnen begeleiden naar Schiedam toe. Ga je zelf je schoen nog zetten? Of, nou, ik heb het vorig jaar gedaan. Maar het viel tegen. Maar het viel een beetje tegen. De opbrengst viel tegen. Of je stapt er ineens in en al die kruidnootjes aan. En dan passen je voeten weer niet. Nee, dat zou ik het niet doen. Dus op zich, maar ik kijk er naar uit. En we gaan heel veel plezier maken die dag. Want dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. En dat het een kinderfeest is met de traditie zoals die altijd is geweest. Precies. En geen gezeur is gedaan. Nee, helemaal niet. Maar dat hebben we dus nooit gehad. Nee. We hebben dit jaar 18 schepen die de Sint willen gaan opzoeken. Zo. Dus dat is heel veel. Ja. Hans, we gaan er naar uitkijken. Bedankt voor je komst. Jij gaat weer terug nu aan boord om te poetsen. Want Sinterklaas wil wel op een schoon schip zijn. Ja, zeker weten. Even schoon schip maken. Even schoon schip maken, ja. Misschien ben ik nu nog wat te vroeg. Want als het nog gaat waaien... Dan de kijkers zijn van alle tijden. De kijkers zijn van alle tijden. Ja. Hans, dankjewel. Hey, tot ziens. Hè. Dankjewel. En bedankt. Hans. Hoi. Kijk uit. Dat was leuk. Oh, Lieve mensen, weer welkom terug bij Wenneker Live. Nou, om ons heen wordt het steeds drukker en gezelliger. Gezellig, en zo hoort het ook. Ja. Niet zo'n receptie met 3 stoelen op een rijtje, maar gewoon gezellig. Met reuring in de tent. En aangeschoven is Katinka de Rover. Nou, die kent u allemaal wel een beetje. Vuurwerk, GroenLinks, ze maakt zich overal sterk voor. Maar we zijn een beetje geschrokken, Katinka, want je staat niet op de lijst van de kandidaten voor de verkiezingen van de gemeenteraad voor 2018 in maart. En dat vind ik jammer. Wat is de reden daarvan? Ja, ik kan me voorstellen dat een hele hoop mensen het jammer vinden. Ik vind het zelf enigszins ook jammer. Maar ik ben 27 jaar, een jonge vrouw. En laten we zeggen dat ik een beetje te maken heb gehad met het dertigersdilemma. Keuzestress, oh jee, wat moet ik nou gaan doen? Ja. Het is best lastig geweest de afgelopen 4 jaar dat ik wel in de raad heb gezeten. Om alle ballen in de lucht te houden. En dit jaar heb ik er in ieder geval voor gekozen om voor de komende periode iets meer aandacht aan mezelf te geven. Ik ben vorig jaar begonnen met mijn eigen bedrijf te starten in de makelaardij. En dat vergt een hele hoop tijd en energie. En ik heb daarom de keuze gemaakt om voor nu even te stoppen met het gemeenteraadswerk. Dus het wil niet zeggen dat we je nooit meer terugzien in de politiek. Zeg nooit nooit, hè? Precies dat, inderdaad. Ik hou graag de deur open om misschien in de toekomst weer terug te keren. Ga je dan achter de schermen nog wat doen voor GroenLinks? Het zij in een bestuur... Of een beetje promoten ook tijdens de verkiezingen? Nou, ik vind campagne voeren een van de leukste dingen om te doen. In contact komen met Schiedammers. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar consequent gedaan als GroenLinks. En dat zou ik zeker ook met de komende verkiezingen blijven doen. En we hebben niet alleen maar gemeenteraadsverkiezingen. We hebben natuurlijk zometeen ook weer de statenverkiezingen. Over een paar jaar hebben we weer landelijke verkiezingen. Nou, ga zo maar door. Dus ik zal zeker weten op de achtergrond bezig blijven. Maar wat de mensen een beetje opviel is dat ze het jammer vonden dat ik stopte, want ik heb even wat huiswerk gedaan. Want Jesse Klaver, jullie messias bij de grote jongens zeg maar, die promoot ook veel vrouwen in de politiek. En we hadden echt gedacht, GroenLinks gaat scoren in maart 2018. Nou, dat gaan we nog steeds doen, alleen al met andere vrouwelijke kandidaten. We hebben de afgelopen periode, zijn we als afdeling ontzettend gegroeid. We hebben een hele hoop jong vrouwelijk schoon wat zich ook actief wil gaan inzetten in Schiedam. En ik sta zeker weten achter deze dames om hen evenveel wegwijs te maken als de wijsheid die ik de afgelopen jaren heb mogen opdoen. Stel nou even, je zou voor het raadlidmaatschap eenzelfde salaris krijgen waar je goed van zou kunnen leven. Of je kiest nu voor de makelaardij. Waar zou dan toch je keuze? Zou je dan in de politiek blijven of zou je zeggen nee, ik ga toch mijn eigen bedrijf opbouwen? En dan kies ik toch voor mijn eigen bedrijf op dit moment. Ik vind meer gewoon... zekerheid. Het is, nou, zeker is het niet, want tegenwoordig in deze maatschappij een eigen bedrijf opstarten is ontzettend lastig om dat te doen. Zekerheid heb je helemaal niet. Ook als je ergens vast in dienst bent, heb je dat ook niet. En laten we niet vergeten, het raadslidschap is eigenlijk maar een functie waar je voor 4 jaar benoemd wordt. Ja, ja. Dus heel veel zekerheid biedt dat ook niet. Nee. Daarbij vind ik dat politiek iets is, dat doe je gewoon omdat je de stad wil verbeteren en niet omdat daar een inkomen aan hangt. Nee. Dus jij zou het ook pro deo wel gedaan hebben? Ik zou pro deo ook zeker weten doen. Ja, maar dat is wel belangrijk omdat er een hele hoop mensen zijn waar zelfs de hypotheek er nog van afhangt als ze in de raad zitten. Nou, dat klopt inderdaad. Kijk, iedereen deelt dat voor zichzelf in. Alleen voor mezelf heb ik ooit gezegd, ik ben de gemeenteraad ingegaan en ik heb me toen de tijd verkiesbaar gesteld. Ja. Omdat ik de stad een stukje beter wilde maken. Ik wilde het groener hebben, ik wilde het socialer hebben. En zeker op dat sociale vlak heb ik me de afgelopen jaren ingezet. En dat zou ik graag weer voor 4 jaar doen. Alleen ik denk op dit moment dat er kandidaten zijn binnen GroenLinks die dat volle overtuiging kunnen doen. En ja, voor mij is dat wat twijfelachtig, omdat ik ook een bedrijf heb wat ik ernaast moet runnen. Nou, je zei het zelf al een beetje, het sociale gedeelte van je werk. Maar je bent niet weg, dus je bent nog volop actief. Je hebt vragen gesteld over de gang van zaken bij de Voedselbank. Ja, klopt. Wat vraag je jezelf af? Nou, wij hebben ons eigenlijk afgevraagd met elkaar dat wij geluiden hadden ontvangen vanuit de voedselbanktuinen onder andere. Dat er steeds minder voedsel werd afgenomen vanuit de voedselbanktuin naar de voedselbanken toe. En wij hadden de vraag eigenlijk vanuit hen gekregen van nou, klopt het nou dat na 3 jaar de voedselbankpakketten worden stopgezet? Want dat is eigenlijk landelijke regelgeving. Maar in de kleine regeltjes staat er altijd benoemd dat voedselbanken daar waar nodig nodig eventueel de voedselbankpakketten langer moet kunnen verstrekken. Nou, daar hadden wij zo onze twijfels over of dit ook daadwerkelijk werd gedaan. En daarom leek het ons in ieder geval wijsheid om daar uitsluitsel over te krijgen. Wat zijn die regels voor die? Wanneer mag je naar de voedselbank toe? Ja, je mag naar de voedselbank op het moment dat je dat nodig hebt. Je valt onder de minimaalregeling en het is voor jou bijna niet meer haalbaar om je dagelijkse boodschappen te kunnen doen. Op dat moment kan je een verzoek indienen bij de voedselbank tot het verkrijgen van een voedselbankpakket. Nou, als je dit pakket krijgt, dan kan je dat voor een periode van 3 jaar krijgen, zolang je minima bent. Ja. En daar waar nodig dus nog een stukje langer. Dat zijn eigenlijk de regels die wij hier hanteren. Daar komen nog wat meer regels bij, want je mag bijvoorbeeld ook je voedselbankpakketten niet weer doorgeven aan andere mensen. Is dat te controleren? Nou, ik denk in een zekere zin wel, want je ziet vaak genoeg op Facebook berichten voorbij komen van mensen die opeens hele ladingen aan dezelfde soort voedsel opeens weggeven. Aan de andere kant vind ik het wel iets wat hartstikke goed is, want anders belandt het misschien wel in de prullenbak. En op deze manier gaat het toch weer door naar een volgende die het misschien ook wel heel goed kan gebruiken. Dus tegenover de voedselverspilling vind ik het hartstikke goed dat, dat mensen het doorgeven. En het belangrijkste is dat kinderen goede voeding krijgen. En een ontbijt en dat die in de gaten gehouden worden. Ja. Want dat zijn de zwakkeren in de maatschappij. Een kind komt in een gezin, heeft de wieg niet voor het uitzoeken. En bij de een kan het niet op en bij de ander is het gewoon veel te kort of veel te weinig. En ik hoop dat dat wel goed in de gaten gehouden wordt, dat de kinderen niet te dupe worden. Ja, nou kinderen, maar net zo goed volwassenen, maar ook ouderen. Iedereen moet gewoon gevoed kunnen worden in Nederland, vind ik. En ik ben daarom ook heel blij dat we gelukkig nog voedselbanken hebben in Nederland. Kan je nou in Schiedam aflezen, het gaat beter in de samenleving, zegt men? Dat het aantal mensen dat naar de voedselbank gaat ook afneemt? Nou, dat vinden wij dat je dat niet 1, 2, 3 kan aflezen. Wij zien tegelijkertijd namelijk in de cijfers dat er meer mensen bijstandsuitkering aanvragen. Dat er meer mensen werkloos raken. Ja. Dus of het nou echt zoveel beter gaat, dat weten we niet. We kunnen ook zelf nog niet precies de vinger erop leggen waarom er nu minder voedselbankpakketten worden afgenomen. Dat is ook een van de vragen geweest die wij hebben gesteld aan het college. Of zij weten waarom dit is. Ja, en ook zij konden daar geen antwoord op geven. Nee. Even terug naar wat je gaat doen, makelaar worden. Nou, er zijn dus volop mensen die huizen kopen. Gisteren zagen wij allebei in het journaal een item waarbij iemand 50.000 euro meer bood voor een huis. Ja. Hoe gek is die markt op het ogenblik? Is die helemaal overspannen? Nou, de markt is heel goed overspannen als je het mij vraagt. Het is... Als ik als makelaar mag spreken, vind ik wel dat kopers maken zichzelf eigenlijk een beetje gek. Moeten we wel dat huis hebben? Moeten we wel 20.000 euro overbieden? Als makelaar wordt heel vaak natuurlijk het vingertje ook naar ons als makelaar gewezen. Wij zijn de grote boeven en wij voeren de druk op. Maar eigenlijk doen kopers dat onder andere zelf. En sterker nog, Schiedammers doen het zelf ook door op partijen te stemmen in de verkiezingstijd. Waardoor je meer krapte op de woningmarkt krijgt. We zien op dit moment dat er in Schiedam een hele hoop sloopnieuwbouw plaatsvindt. Ja. Een hele hoop starterswoningen worden eigenlijk gesloopt en daar worden middendure woningen voor teruggebouwd. Terwijl wij juist zien dat die starters zo op zoek zijn naar een woning en al heel snel geneigd zijn om te gaan overbieden, omdat ze zo graag hun eigen huisje en hun eigen stekkie willen hebben. En eigenlijk zelf ook nog niet heel goed weten hoe ze in de woningmarkt aan de gang moeten gaan. Maar wat adviseer je dan jonge mensen? Ze willen toch een huis hebben. Wat moet je dan doen als er steeds iemand overheen gaat qua bod? Nou, het eerste wat ik zelf altijd aanraad is ga goed ontdekken wat je nou moet doen voordat je een woning gaat aankopen. Zelf als makelaar geef ik in eerste instantie heel veel tips in een eerste vrijblijvend gesprek. Kost je niks, maar dat je gewoon wat beter de woningmarkt in kan stappen. Hoe zoek je nou een woning? Nou, allemaal kennen we de bekende website van Funda uiteraard. Maar er zijn zoveel andere mogelijkheden om je eigen woning te vinden. Je hoeft niet per se alleen maar op Funda te zoeken. Er zijn ook andere opties om een woning te vinden. Een tweede activiteit die ik altijd aanraad aan mensen is: doe goed je onderzoek naar een huis. Is een huis het echt waard voor hetgeen wat als vraagprijs gevraagd wordt? En het laatste is, en dat is toch wel het inschakelen van een aankoopmakelaar. Je kan mij vragen om jou te begeleiden en dan help ik je mee om de onderzoeken uit te voeren voor het koopvermogen. Kijk je met GroenLinks ogen, Katinka? Ik kijk zeker weten met GroenLinks ogen. En wat zijn dat voor ogen? Wat zie jij anders dan andere makelaars? Nou, ik noem mezelf de sociale en duurzame makelaar. Ik promote ook heel erg erbij hoe, als mensen een woning kopen, hoe ze dit op een groene manier kunnen inrichten. Hoe kunnen ze de woning isoleren? Kunnen ze zonnepanelen aanbrengen, ja of nee? En niet te vergeten, we gaan in wijken zoals Groenoord en Nieuwland naar een stap dat we gasvrij willen zijn, natuurlijk hier in Schiedam. Dus ik adviseer mensen er wel gelijk bij, als ze een woning kopen, hoe ze dat mogelijk kunnen gaan maken. Waar ik wel van schrok is verborgen gebreken, hè? Je hebt wel eens de boktor, andere dingen. Mensen mochten niet eens in de kelder kijken. Het is vaak zo dat de eigenaar die het huis verlaat vaak wel weet wat er aan de hand is, maar die verzwijgt dat. Dat is ook een beetje dubieus, hè? Want je koopt dan een hele hoop ellende op, wat je later pas meekrijgt. Is dat dan nog te verhalen op de vorige eigenaar? Natuurlijk is dat te verhalen. Kijk, je noemt het bewust al zelf een verborgen gebrek. Dus op het moment dat dat in een verkoop niet wordt verteld en het is wel bekend en dat kan aangetoond worden, dan zou ik een koper zeker weten aanraden om in ieder geval de verkoper aan te schrijven. Een tweede ding, je kan jezelf als koper ook natuurlijk indekken. Je kan een bouwtechnische keuring maken. En als je een bouwtechnische keuring laat doen, dan stuur je iemand dus op pad om de woning volledig te onderzoeken. Zoeken op eventuele mankementen. En dat raad ik dus ook heel veel kopers, zeker weten in deze tijden, gewoon nog steeds aan. Ja. Zo is dat. Nou, van raadslid tot makelaar. Ja. Ja, zeker weten. Ik denk dat je ook in de makelaardij wel succes zal hebben. Ik ben ervan overtuigd. Als Henk zijn huis gaat verkopen, komt hij bij jou. Ja. Hè, nou, ik wacht met smart op je en neem deze anders mee. Ook in het kader van de duurzaamheid. Wij doen alleen maar aan tasjes die herbruikbaar zijn. En daarom zeg ik, ben de sociale en duurzame makelaar. Ik zou zeggen, mochten er mensen nog zijn die hun woning zoeken of willen verkopen, dan kan je bij mij zijn. Nou, dat is een mooie reclame. Moeten we uit gaan kijken, nou, gaat daar van mijn salaris af. Maar voorlopig ben je nog een aantal maanden actief in Schiedam als raadslid. Katinka, bedankt voor je bezoek. Dank jullie wel, heren. Alsjeblieft. Bij mij staat Arjen Leijstra. Arjen, we hebben net geluisterd naar jouw muziek. Er is ook de reden waarom we hier zijn is dat er een cd gepresenteerd wordt. En wat is de reden waarom je die cd hebt opgenomen? De belangrijkste reden is de restauratie geweest van het Maarschalkerweerdorgel in de Havenkerk. Dat is vorig jaar opgeleverd. Het is een prachtig mooi instrument geworden en was nog niet vastgelegd op een cd. En een tweede reden is dat ik elke 5 jaar een nieuwe cd opneem van mijn eigen spel. Omdat daar vraag naar is en omdat ik dat leuk vind om weer een soort tussenmoment, eens in de 5 jaar, van mijn eigen ontwikkeling als muzikus te geven. Dus die combinatie was de reden om een nieuwe cd uit te brengen. Want je bent niet alleen organist voor vandaag, maar je bent ook stadsorganist van Schiedam. Ik ben stadsorganist van Schiedam. Ik bespeel de orgels van de Grote Kerk waar we nu staan, de Havenkerk met het Maarschalkerweerdorgel en het Hesorgeltje in het Stedelijk Museum. En wat houdt het eigenlijk in, stadsorganist zijn? De functie is eigenlijk een oude functie uit oude tijden. Afkomstig uit de tijd dat de kerk elke dag open was, dat er handel werd gedreven in de kerk. En waar de organist de taak had om het orgel te laten klinken tijdens de openstelling van de kerk. En tegenwoordig er worden kerken gesloten die monumentaal zijn, die ook niet worden afgebroken. Zoals de Havenkerk, maar wel waar dus een prachtig instrument staat wat niet meer wordt gebruikt voor de zondag. Maar wat wel beheerd moet worden en regelmatig bespeeld moet worden. En daar zorg ik voor. Dus jij zorgt ervoor dat de orgels die er zijn in goede conditie blijven en bespeelbaar blijven? Ja, dus ik bewaak de goede conditie van de instrumenten en dat ze af en toe te horen zijn voor het publiek. En in mijn lespraktijk gebruik ik het ook, dus ik geef de orgelles op en ik studeer erop. Nou, helemaal goed, dus als ik je goed begrijp, je zei eens in de 3 of 5 jaar maak ik een cd. En dat betekent dus eigenlijk dat er over 3 jaar of 5 jaar weer een nieuwe aankomt? Als het goed is wel, ja, ga daar maar vanuit. Oké, nou helemaal goed. Ik zou zeggen, veel plezier bedankt vandaag en heel veel succes met de cd en bedankt voor de medewerking. Dank u wel, graag gedaan. Lieve mensen, zullen we het samen zingen, Henk? U bent weer terug bij Wenneke Live op deze zaterdagochtend. Aangeschoven is Hanneke Guijt-Drenth en we gaan praten over een kerstdiner. Ja. Want die tijd breekt weer aan. Ja, het lijkt wel zo kort geleden, maar het is weer bijna december. Nou, maar je hoort dat vaak, hè? Dan zijn de mensen ergens aanwezig. Ja, over 2 maanden, zeg maar, over 2 maanden al. En voordat je het weet, pas is het zover. Ja. Ja. Dus we zijn al druk bezig, die mensen van wijkcentrum Dreesplein en mensen van de Voedselbank, om alles te organiseren. Om het een gezellig feest te laten zijn. Zijn er nog steeds veel kandidaten voor de Voedselbank? Want ik hoorde net van Katinka de Rover dat het allemaal een beetje terugliep. Dat het wel wat beter ging met de mensen. Of zeg je, het is echt nog nodig dat we die Voedselbank erin houden. En daarmee ook de mensen een leuke kerst bezorgen. 80 gezinnen, die er ongeveer 80 die ervan afhankelijk zijn, wekelijks. En is dat blijvend, Hanneke? Of zeg je, dat nee, er komt wel... Niet, nee, je hoopt het niet. Nee, want is het groeiende of is het dalende? Dat is, het is meer geweest, dat wel. Ja. Nou ja. Maar hoe dat komt, weet ik niet, want ik bemoei me allemaal maar met het kerstdiner. Ja. Ja. Wat komt daarvoor kijken, Hanneke? Vergaderen, nou dat moet, zeg maar, de kerk moet helemaal aangekleed worden. Want het is in de grote of Sint-Janskerk. Dat is tegenwoordig, daar gebeurt alles. Ja. Van feesten, bruiloften, partijen tot de kerstdiners, begrijp ik. Ik ben blij dat die kerk zo gebruikt kan worden. Ja, nou, dat moet helemaal ingericht worden. Met gezellig, met aangeklede tafels en stoelen, ook helemaal in het wit. Waar halen jullie dat vandaan? Dat wordt ingehuurd. Gesponsord? Wordt er gesponsord? Het wordt ingehuurd en dan hopen we dat er sponsors voor zijn. Ja. De gemeente is een belangrijke sponsor en het Schiedam-Vlaardingenfonds is een belangrijke, maar niet voor alles natuurlijk. En moet natuurlijk de maaltijd moet gemaakt worden, dat wordt ook gedaan door de... Doen jullie dat in de kerk klaarmaken of wordt het gebracht door de cateraar? Het wordt gebracht door de cateraar. Ja. Ja, nee, want we hebben maar een klein keukentje in de... Ja, ik wou zeggen, dat is wel lastig. Dan wordt het alleen tosties. Ja. Ja. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee. Maar ik denk dat het wel belangrijk is als je met elkaar een hele ploeg... Maar ook voor mensen die als buitenstaander die het goed hebben... Die ook een goed gevoel hebben om die mensen te helpen. Ja, ook dat. Ze hebben wel een stuk of 40 vrijwilligers nodig om van allerlei gastheer te zijn. Om, de kinderen te bedienen en te doen. Ja, precies. En de kinderen worden ook bezig gehouden met activiteiten. Dus die hoeven niet de hele tijd aan tafel te zitten. Die kunnen heen en weer rennen en doen. Ja. Hoe moeilijk is het om een leuk kerstdiner neer te zetten met een beperkt budget? Want je wilt toch elke keer weer een kleine variatie, neem ik aan, aanbrengen? Ja, ja. Wie doet dat? Doe je dat zelf? Zit je eens door het jaar heen kookboeken door te lezen? Nee. Hoe gaat dat? Nee, het is een bedrijf die dat voor ons verzorgt. En dan hebben jullie even de naam kwijt. Maar dan hebben jullie een soort gesprek van, joh, we stellen dit en dit voor. Ja, precies. En wat kunnen jullie voor, want er komen ongeveer 160 mensen natuurlijk. Het zijn adressen, met die hebben hele gezinnen achter zich. Ja. Maar dat vereist ook, je hebt ook nog mensen die vegetarisch zijn. Of anderen die geen gluten mogen of al die dingen meer. Houden jullie daar ook rekening mee? Of zeg je, jongens, dit is de pot, hier moet je het mee doen. Maar het is wel een keuze, het is een buffet. Dus je kan wel kiezen de dingen die je mag. Ja. Ja. En anders neem je een klein beetje dan. Als je het niet dan word je maar een klein beetje ziek. Ja. Zie je nou elk jaar een vaste groep mensen terugkeren, Hanneke? Zijn de mensen herkenbaar na zoveel jaar? Ja, ik heb het nog maar 2 keer gedaan en herkenbaar als Voedselbank cliënt bedoel ik? Nou ja, gewoon dat je denkt van, oh, die was vorig jaar ook op het kerstdiner. Nee, ik niet. Ik heb geen. Nou zijn jullie bezig, want zoals altijd, alles moet betaald worden. Ja. Nou kan men een couvert sponsoren. Wat houdt dat in? Een couvert, als je een couvert sponsort, dan bezorg je dus iemand een fijn kerstdiner. Ja. En de kinderen krijgen dan ook nog een kerstcadeau. Aardigheidje. Ja, precies. Ja. En, wat kost een couvert? Ben ik al sponsor voor €25. Dat is per persoon dan? Per couvert, ja. Per persoon. Toch wel een pittig prijsje, toch? Even. Tenminste, niet voor een instantie, niet voor een bedrijf, maar een particulier die mee wil doen. is €25 toch wel aardig wat centen. Ja, nou, je kan het met z'n tweeën of met z'n drieën één couvert sponsoren natuurlijk. Ja, ja, dat is natuurlijk al een leuke oplossing. Ik dacht dat je wou zeggen op afbetaling, maar dat is niet. Je kan ook... Look TV kan bijvoorbeeld binnen 3 maanden. Ja. Ja. Ja, maar ik denk dat het leuke ervan is natuurlijk dat je met elkaar een kerst vindt, maar ook mensen die eenzaam zijn. Hè? Want dat is ook een factor die hoeft toch niet altijd bij de voedselbank zit. Kan toch ook zijn? Of is het een ander diner? Dat is weer een ander diner. Wij hebben wij nodigen alleen de mensen uit die bij de voedselbank een kerstpakket wekelijks moeten halen. Ja. Want die mensen zijn natuurlijk niet te benijden. Nee. Nou schiet mij wel te binnen, dat hebben we ooit ook eens gevraagd. Men zegt dan, nou ja, het is niet alleen eten, het is ook drinken. Maar er is iets over alcohol. Nee, geen alcohol. Er is geen alcohol. Want dat is wel belangrijk om te melden. Mensen die denken, nou, lekker slobberwijntje erbij. Maar dat is het niet. Nee, zelfs geen slobberwijn. Nee, gewoon lekker fris. Ja, ja. Wat men wil, water en nou, verschillende... zitten daar allemaal mensen die het financieel niet goed hebben. Ja. Dan vraag ik mij af, hoe krijg je dan toch een beetje de sfeer erin? Of gaat dat vanzelf? Dat gaat vanzelf. Nou, ze komen toch voor een kerstdiner. Dus ze komen de meeste met goede moed. En ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dus je hoeft elkaar niet vreemd aan te kijken of zo. Nee, je hoeft niet je niet te voelen, want je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Ja, en, nou, dan de handvraag natuurlijk. Mensen die, want daar gaat het eigenlijk om. Ja. Je zoekt sponsors voor een couvert. Ja. Hoe kunnen de mensen tot jullie komen, Hanneke? Die kunnen kijken op de site van de voedselbank. Voedselbank Schiedam.nl. Nou, dan kom je al een heel eind, denk ik. Ja, en daar kan je natuurlijk ook het bankrekeningnummer vinden. Ja. Waarop en je uiteraard gaat. Vooraf moeten betaald worden. Niet dat je na afloop van het diner nog eens achter dat geld aan moet gaan karren. Nee. Dat lijkt me niet slim. Nee, dat is heel fijn als dat van tevoren betaald is. Want wij moeten ook de rekeningen van tevoren meestal wel betalen. Oké. Okay. Ja. Nou, 160 mensen maal €25. Ja, er worden 4... Ja, precies. Ja, ja. Nou, misschien is er wel eentje die zegt in één keer stik ik het af. Jij hebt altijd zo iemand in je radioprogramma, toch? Die is miljonair. Ja, die ga ik zeker even benaderen. Ja. Oh ja, heeft ze die? Oké. Okay. Hanneke, heb je nog vrijwilligers nodig tot slot? Volgens mij zijn er al genoeg vrijwilligers. Okay. Maar men kan zich dan ook melden op de site van de voedselbank. Voor slimmerikken, vrijwilligers eten niet mee, hè? Nee, alleen de gastheren. Ja. Ja, je wordt tegenwoordig heel gres, hè? Ja, nee, alleen natuurlijk de gastheren. Ja. Aan elke tafel zit een gastheer, dame. Maar de vrijwilligers zelf, die krijgen lekkere kop soep en broodjes. Heel goed. Ja, nou, op 19 december is het zover. Het kerstdiner van de Voedselbank Schiedam in de Grote Sint-Janskerk. Ja. Ik wens je veel sponsors toe. Hartelijk bedankt. En bedankt voor het langskomen, Hanneke. Ja. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Blijf even zitten. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do feel that I do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all yellow and it's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do feel that I do will miss you much, miss you much. Outside it's now raining, and tears are falling from my big, well, it's not a big, big thing if you leave me, but I do feel I will miss you much, miss you much. Lieve mensen, welkom terug bij Wenneker Live. We gaan langzamerhand naar een chaotisch punt. Dat is altijd kenmerkend voor dit programma. Ja, chaotic. Ja, moet alleen even uitkijken, moet je even in de gaten houden dat ik niet te dominant word, hè? Nee. Ik ken twee mensen die vinden dat. Dus, maar jij bent een kenner van de muziek, dus ik geef jou nee, want oh god. Je bent toch zelf ook muzikant, hoor? Ja, maar niet op het niveau van die twee sterren. Aangeschoven, lieve mensen, zijn Edwin van der Toolen en onze eigen zangeres Rachel Kramer. Goedemorgen. Gaan we eerst maar eventjes bij Edwin beginnen. Edwin, waar kennen jullie elkaar van? Buiten privé leuke dingen, misschien? Van privé en leuke dingen. Nee, want als we 20 jaar en wij kwamen elkaar altijd tegen in Rotterdam. En, in het Schiedamboscircuit? Nou, nee, eigenlijk gewoon in de kroeg. Hallo. Maar ja, goed, dan weet je toch van elkaar dat je allebei op het podium staat, dus je raakt snel in gesprek. En ja, dan heb je het daar vaak over. Tegen. Ja, we hebben nog een keer een modeshow samen gedaan. Maar goed, laten we niet tot in detail. Dus nee, het was leuk. We kennen elkaar al heel lang en we volgen elkaar op de voet. Wat is jouw muzikale carrière? Wat behelst dat? Ik zing al sinds mijn 17e serieus, zeg maar. Vroeger, ooit begonnen in de eerste boyband van Nederland, Velvet heette dat. En toen ik Velvet achter me heb gelaten, toen ben ik eigenlijk het feestcircuit ingegaan. En dat doe ik nog steeds, inmiddels alweer ruim 20 jaar. En dat blijft gek genoeg toch nog wel groeien. En het gaat langzaam, maar het gaat steeds verder omhoog. En we doen nu al een paar jaar grote shows ieder jaar. En we staan weer voor de deur. Want over een week gaat het weer losbarsten voor de 5e keer alweer. Dan ga je daar brood in te verdienen? Ja. Dat je zegt van, het is, ik hoef er niks bij te doen? Of nee, ik doe er niet. Dat is echt mijn beroep, maar het is wel heel hard. Het heeft heel lang geduurd. Ik heb heel lang nog een part-time baan erbij gehad. Maar dat is met alle artiesten die nu natuurlijk komen. Want je ziet ook bij die... Al die shows, dan worden ze gepresenteerd, maar na een jaar hoor je er niets meer van. En dat is de route die ik... ik heb laatst met Maan van de Steenwinkel nog gewerkt. Maan is echt een zangeres waarvan je zegt, die gaat het wel maken. Ja. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee, dat valt echt niet mee. En er zijn zeker in Nederland echt heel veel zangers ook. Zeker in het feestcircuit. Dus het valt niet mee om daarboven te blijven drijven. Ja. Maar daar heb ik wel mijn eigen weg in gevonden door vooral ook... muziek te zingen die anderen niet zingen. Kijk, muziekbanden kun je heel makkelijk vinden op internet. Ja. En ik laat altijd in studio's liedjes maken waarvan juist geen banden te vinden zijn. Ja, en zo onderscheid ik me. In het feestcircuit zijn ook heel veel feestzangers. We zitten hier niet in de kroeg. Ik wil wel even lekker tegen hem aangeleunen, maar we zijn... Ik bedoel je wel één op één, hè? Ik moet hem even steunen. Gewoon een goede zanger. Hé, maar is het zalen en bruiloft en partijen of wat? Ben je overal voor te krijgen? Ja, het gaat van hele kleine dingen, dus hele kleine zaaltjes, bruiloftjes, feestjes, tot aan hele grote dingen. Zo heb ik in 2012 bij Toppers in Concert gezongen. In de arena. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die niet elke dag voorbij komen. Zo is het. Voor 67.000 man, dat zijn ervaringen, die vergeet je leven niet. Dan sta je de avond daarna wel weer gewoon ergens op een biljart. Ik stond de volgende morgen te dweilen, kan ik je vertellen, in de kroeg. Ja, dat weet je dan op een biljart staan. Maar je pikt dat wel mee natuurlijk. Yo, ik ben zo gewoon gebleven, kan ik je niet uitleggen. Ja. Maar wat is jouw band met Rutger Kot? Want dat viel mij zo op, dat je... Rutger Kot is geen makkelijke dame, hè? Nee, die komt niet voor allerlei dingen, hoor. Nee, het is een enorme... professional en dat vind ik ook bewonderenswaardig aan haar. En daarom ik wil gewoon de show op een enorm niveau hebben. En daarom heb ik echt gezocht naar gasten in de show die dat niveau ook levelen, die dat raken. En zo kwam ik... wij hebben vroeger als de twee pint op. Ja, zo kwam ik dus terecht dat jullie thuis bleven en dat zij wel kwam. Maar dat is toen zo gegaan. Gat in de markt. Het was echt een schot in de roos. Ja. We zingen nu voor belastingtechnische reden onder de twee plinten. Ja. Als we geld krijgen zwart, dan duwen we het achter een plintje. Ja, ik had voor belastingtechnische reden liever nu een balkje over mijn ogen gehad. Ja, dat is geen probleem. Maar dat pakken we er morgen wel op. Heeft iemand een filmstuk bij zich? Kees, die kan dat wel hoor. Kees zet hem op, jongen. Doe het eens, Kees. Geen enkel punt. Rachel, jij hebt vorige week je debuut gemaakt bij ons. Ja. Kon je nog over straat daarna? Nou, nee, moeilijk. Hoordersmensen voor de kijk, staat weer een vrouw daar. Ja, het is echt heel druk. Maar moet wel steeds uitleggen hoe moeilijk is dat om ineens in, in het lokale televisieprogramma van heel Schiedam te vallen? Want er is eigenlijk maar één programma. Nee, gaat lekker gemoedelijk. Ja. Geen stress ook. Nou, ik vond het wel knap gezien het uur, want je was net wakker. Ja, dat hebben we ook wel gemerkt. Drie MSA erover gegaan. Zij kan zingen, dat is niet te geloven. Zo is morgens vroeg. Maar Rachel, eventjes, daar hebben we vorige week niet over gehad. Je hebt in een heel bekend bandje gespeeld. Ja. En dat was? K-otic. In 2001 meen ik zo'n beetje? Ja, toen zijn we begonnen geloof ik. Ja. Maar toen heb je even de euforie meegemaakt. Ja, ik heb hele leuke dingen meegemaakt. Heb je nou net als Edwin ook op dat moment een bewuste stap gemaakt van, maar ik wil nu zo verder? Nou, ik was al heel lang bezig en een beetje in verschillende muziekhoekjes. Dus countries waar ik echt begonnen ben. Dus ik heb toen daarvoor eigenlijk al heel veel grote theatershows gedaan. De laatste theatershow was in een, met een paasshow geloof ik hè? Met een paashaasje. Was je als paashaasje? Ja, ik was die struik zeg maar. Ik weet niet, maar die oren zitten op. Mijn muzen. Ja, ik voel me paasig. Ik voel me paasig vandaag. Het is weer laat geworden. Nee, klopt. Gisteravond al op je hoofd zitten. Nee, nou die heb ik net op mijn hoofd. Nee, maar goed, mijn haar zat in de grote shows. Ik zat in de grote shows en toen kwam Chaotic en dat was eigenlijk een hele aparte auditie. Geen idee waar ik auditie voor deed. Ja. En toen rolde dat. En dat is eigenlijk op een hele rare manier gegaan. Hè? Je gaat het programma in, je hebt geen idee wat je doet. Nee. Je komt met allemaal kinderen in een huis terecht en dan opeens gaat het succesvol worden. Jan. Ja, nummer 1 hit. Is dat Dan I Think I Love You? Ja, draait nog wel eens in het programma. Ja, daar hebben goede technicus trouwens zitten, maar dat even terzijde. Ja. Was een goede les. Ja, gisteren zag ik bij Hollywood Boulevard, noem ik altijd, hoe heet dat, Boulevard? Ja. Boulevard. En er was ook een boyband met de ene meneer Regas, en die gaan weer optreden. Ik moest toch een beetje zielig kijken. Vond toch wel een beetje triest van die mannen die toch wel behoorlijk verdubbeld waren. Moet je dat doen? Zou jij dat weer willen? Nou, wij hebben Chaotic vorig jaar één keertje, maar we wilden het maar één keertje doen. Omdat er best wel veel... Ja, tot ik voorbij kwam. Tot jij voorbij kwam. Nee, maar dat zijn dan de leuke dingen die je mag doen. Maar we hadden 15 jaar niet gespeeld met z'n allen. En er was wel steeds vraag naar. En wij hadden allemaal zoiets van, nee joh. En na 15 jaar ineens wel. Okay. Maar ook maar 1 jaar en nu af en toe de leuke dingen pikken we eruit, dus bij jou. Edwin, even terug naar jouw concert. Waar volgende week en wat behelst dat nou precies? Dit is in Club Villa Thalia in Rotterdam. Daar doe ik dat al 3 jaar op rij nu. Daarvoor heb ik steeds andere locaties gedaan. En je moet het een beetje zien als het kleine Rotterdamse broertje van Toppers in Concert. Dus het is 1 groot meezingfeest met heel veel herkenbare liedjes. Mooie kleine liedjes. Maar ook natuurlijk een enorm feest en de allerfoutste liedjes die je kan bedenken. Maar ik vind het ook heel leuk. Een fout liedje? Nou, ik kan wel verklappen dat het allerergste wat ik dit keer ga zingen is staat een paard in de gang. Dus ja, dat is voor dit programma. Dat is ook ons duet. Dat is horen knetteren. Ik hoor net dat we de files moeten gaan onderzoeken. Maar ook, dat vind ik zo leuk dat ik alle contrasten op kan zoeken. Want ik zing bijvoorbeeld in de show ook Flink Zijn van Robert Long. Flink Zijn. Even flink zijn. Ah, die missen we, Robert Long, vind ik. Ja, voor mooie prachtige liedjes. He, er zijn wat zangers zijn er weggevallen, maar Robert Long vond ik toch wel een mooie liedjes. Ja. En dat vind ik leuk om vergeten liedjes weer boven water te krijgen. Er zit ook diepgang in met Robert Long. Dat gaat het het oppervlakkige gelul van ik hou van jou en blijf sta in de kou. Ja, dat is een beetje zoals mijn laatste 10 singles. En je moet ook eten. Als kom je bij de Voedselbank. Daar hebben we het net over gehad. Ja, hebben we het net over gehad. Ja, dat gaan we niet doen. Even heel kort, Edwin. Je zegt zelf het circuit van feesten, bruiloften en partijen. We kennen dat circuit een beetje. Hoe goed en hoe zuinig moet je dan op jezelf zijn zonder 's nachts te verzanden in de shawarma en lekker aan de bar nog even blijven hangen? Ja, dat gebeurt wel eens. Theoretisch gezien wel. Praktisch is dat soms lastig. Maar het is, weet je moet wel op jezelf letten. Ja. Ja. Proberen. Zoveel mogelijk, maar je moet ook genieten. Ja. Maar ik zing zo'n 5, 6 dagen in de week. Dus je moet wel. Ja. Weet je, in het begin deed ik dat heel veel minder, maar je moet wel een beetje gezond leven. Precies wat Rachel zegt. Maar je moet ook je stem goed in de gaten houden. Ja, maar als je niet gezond bent, dan is je stem ook niet op de topvorm. Maar dat snabbelcircuit, dat is altijd wel... Wij hadden voor die ouderen hier, Ger Vos, ken je die? Ja. Nou, die vindt zichzelf een enorme kanje. Wij wat minder, maar goed. Kom niet aan Ger, maar ik vind dat jij nog... gewoon gezellig gebleven ben. En gewoon puur ook voor de muziek gaan. Ja, maar nee, maar dat is waar. Ik heb er zoveel. Je hebt vaak van die arrogante mensen die gaan zitten. Die hebben één keer een leuk liedje gemaakt. En die denken dat ze kunnen zingen, dat ze alles weten. Ja, nee, maar ik heb er zoveel lol in. Ik vind het zo leuk om te doen. Ja, en dat, leuk om te doen. Dat ja, maar dat zie je aan jou, ja, plezier. Ik vind het echt heel leuk. Ja, ik sta echt te trappelen om volgende week aan de gang te gaan. Nou, dat komt mooi uit dat je dat zegt, want dit is natuurlijk het leukste, maar ook het gekste programma. Wat zouden jullie nu bijvoorbeeld akoestisch live nu aan tafel kunnen zingen? Zie ik wel eens bij Matthijs van Nieuwkerk, daar gaan ze spontaan wat zingen. Die raken er nu twee in paniek. Waar vinden jullie elkaar? Niet in paniek, Kees doet de ramen naar beneden en het licht uit. Wat moeten we doen? Geen idee! Eerst een Sinterklaasliedje, tweestemmig. Wij gaan volgende week gaan wij een duet doen, maar we moeten het nog repeteren. We gaan klein stukje. Doe het even. Kunnen wij dat? Nee, geen idee. Waar beginnen we? Bij het refrein. Kunnen we ook eerst naar de commercials? Ja, kunnen we even doorgaan? Nee. In dit programma moet je de testen doorstaan. Nee, kijk, als je het over grote zalen hebt, moet je ook wat kunnen brengen. Als je met de toppers hebt gezongen, moet je... Nee, jij, ik probeer erop te komen. Even de stemband. Ja. Stemband erin. Het meest simpele liedje. Hebben we ook Jägermeister of niet? Nee, kom op, zingen. Ik kan je niet laten gaan, al zeg ik dat het beter is, alleen en zonder jou. Nou, we gaan naar de jury. Ja, we hebben al genoeg gehoord. Dankjewel. Ja. Stop maar hoor. Ik mis, we gaan nou door ook. Nee, je zal in zo'n programma staan dat zo'n jurylid je helemaal kapot... Hoe heet die programma's? Ja, met die draaistoelen en zo. Ja, met die draaistoelen. Vreselijk. Ja, maar het is ook niet leuk. Dat durf ik ook helemaal niet. Hé Jan, je zou lekker bezig zijn en die stoel wil niet draaien. Nou, je zou lekker zingen en niemand draaien. Je zou lekker bij Omroep Schiedam zitten en ze zeggen ineens doe eens een duet, terwijl je nog nooit twee leven samen hebt gezongen. Nee, dat is lachen. Wij zingen overal. Dat is zo leuk. En als je dan zingt, dat ze zeggen, nou dat is mooi, dankjewel. Maar blijf oefenen. Ja, het komt allemaal. Volgende week is het oké. Volgende week. Zijn er nog kaartjes? Kunnen Schiedammers daar wel naartoe, dat je wel voorbereid bent? Ja, het is natuurlijk voor mij fantastisch nieuws, maar dat gaat niet meer. Het is helemaal uitverkocht. Helemaal uitverkocht. Geen extra voorstelling? Nee, geen extra voorstelling. Volgend jaar. Tussen 2 en 4 staat dan? Dan sta ik te bieren en hopelijk een feestje te vieren dat een fantastische avond was. Je hebt misschien een afterparty waar je heen kan. Ja, maar even, hallo, luister eventjes. Oh ja, sorry. Zo werkt het, hè? Ja, ik hou me in. Geef een zangeres één vinger. Niks zeggen over. Nou, nee, maar hoe heet jouw nieuwe plaat nou ook weer? Dreaming. Ja. Nice. Die moeten we ook kijken en luisteren en downloaden. Edwin, hartstikke leuk dat jij geweest bent. Heel graag gedaan. Rachel, ga jij straks nog zingen? Ja. Wat ga je straks zingen? Wereld zonder jou van Marco en Treintje. Even voor Johnny en Betty, die zijn zoveel jaar getrouwd. 47 jaar. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de glorie. Die hadden we moeten doen. Kijk eens achterom. Er staat er één te huilen en die andere wil wegrennen. 46 jaar getrouwd, hè? Jongens, bedankt voor het langskomen. Rachel, we horen jou zo meteen. Ja, yes. For 20 days I've been lost in cyberspace. I surf through the web to catch up with your trace. And I wonder who you really are. I only got a hasty screenshot of your smile. You told me all your hot spots. You really made me wonder. Do you know who I am? Yeah. Breathe me. It's so exciting. I only wanna know if you're for real. Damn, I think I love you. I think I really love you. 'Cause I believe. Confess to anonymous victims, but since I got to know you, girl, we're getting deeper. Are we going too far? We Talk about the weirdest thoughts we've got in mind and share the same desire. It's crazy how I found you. Do you know what I mean? Yeah. Love me. Enter my world. I only wanna hold you in my arms. Damn, I think I love you. I think I really love you. Yeah. It could be what you say, you don't say what you mean ain't true. I think I really love you. Baby, I need you. Yeah. Let's set up a blind date tonight. Yeah. Or I'll just say goodbye. Yeah. Yeah. Gently, drifting along in the endless time, craving, crossing the boundaries where we'll collide. Damn, I think I love you. I think I really love you. It could be what you say, you don't say what you mean ain't true. I think I really love you. Baby, I need you. Yeah. Let's set up a blind date tonight. Yeah. Yeah. Nou, we hebben onze vorige gasten even afgevoerd. Die liggen achter in de redactieruimte met een aspirintje onder de tong even bij te komen. Want interviews in dit programma zijn moordend, maar ook wel leuk natuurlijk. Ja, ik ben er zenuwachtig van geworden. Je bent er helemaal klaar voor. Ja, je hebt zitten kijken, Cilia. Jij dacht van, waar kom ik nou terecht? Maar dit is Wat leuk. Moet ik zo meteen allemaal doen? Het is het leukste programma. Daar moet je gewoon in zitten. Cilia Batenburg is bij ons te gast. We gaan praten over jouw, over de tentoonstelling Sticky Business in het Stedelijk Museum. Zo was het. Ja, klopt. Nou, Henk weet alles van suiker af, want daar gaan we het toch over hebben. Henk. Ja, maar ik wilde eerst even... Het Stedelijk Museum timmert wel enorm aan de weg, hè? Er is een heel andere weg ingeslagen met Deijderen, vind ik. Ja, ja. Ze pakt alles aan, gaat de keien tegenaan. Ja, er waait een hele andere wind. Ja. En ik vind het ook heel erg leuk. Heel leuk dat je het zegt, een hele andere wind. Ja, dat is een leuke andere Diana-wind, ja. Zo had ik hem niet ingestoken, nee, maar nee. Jouw woorden, zo zijn jullie dan weer. Ja. Zo zijn wij nu eenmaal. Ja. Nee, ja, het heet natuurlijk niet voor niks een stedelijk museum. Ja. En ze zijn inderdaad met allerlei projecten bezig om ook veel meer weer de stad aan te spreken. En een geste naar de stad te doen in plaats van zoveel mogelijk truc uithalen om mensen te vragen, kom naar ons, kom naar ons. Maar hoe moeilijk is het nou om die Schiedammer binnen te krijgen? Hè? Want het is altijd een feit dat Schiedammer zeggen, ja, kunst. Maar om echt de Schiedammer erbij te betrekken, en dat zie je nu meer gebeuren. Ja, ik denk dat als je de juiste deurtjes openzet, dan dat ook de mensen gaan komen. En dat zie je bijvoorbeeld. Raken. Ja, we hebben natuurlijk net Vaandels en Verhalen achter de rug, waarbij 62 verenigingen een nieuwerwets vaandel hebben gemaakt. En daarbij werd de aandacht besteed aan de historische collectie. En er zijn dus 62 verenigingen samenwerking aangegaan met het museum. Nou, die 62 verenigingen, dat zijn geen één persoon. Dus tel maar op hoeveel mensen je daar eigenlijk mee bereikt. En ik weet niet of jullie iets mee hebben gekregen van de vaandelparade. Ja, dat is een groot succes. Ja. Ja. We hebben onze eigen vaandeldrager daar naartoe gestuurd. Ja, heel goed. Je liep wel verkeerd. Ja. Geen hoeveel lagen linksom, maar dat geeft niet. Maar zo'n vaandel, dat heeft enorm aangesproken, ook bij de mensen. Ja. En die hadden er ook plezier in het maken en het vervaardigen daarvan. Hè? Ja. Ja, en dat wilden we eigenlijk heel graag vasthouden. Van hoe kunnen we die connectie die we nu hebben gemaakt vasthouden. En toen is er dus bedacht van, we kunnen de nieuwe tentoonstelling, Sticky Business. En die gaat helemaal over verleiding van suiker in de kunst. Dus er zijn allerlei hedendaagse kunstenaars samengebracht die iets van het verhaal van suiker vertellen. En toen hebben we bedacht van, nou, laten we dan als eerste zelf naar de mensen toe gaan. En daar een soort, ze proberen te verleiden met een lezing over de kunst. Maar ik zag zo blikken aan sommige suiker. En dat is link, hè. Zout en suiker, dat... Maar Cilia, het is lekker, maar niet te veel. Hè? Eerst even over jezelf. Je bent kunstenares? Nee. Niet? Nee. Nou, dat is goed dat ik het vraag. Want wij dachten, we hebben een artiest aan tafel zitten. We hebben alleen maar artiesten hier aan tafel. Wat is jouw eigen achtergrond? Mijn eigen achtergrond is eigenlijk dat ik kunsthistorica ben. Dus ik zit meer aan de theoriekant. Maar je werkt voor het museum? Ik ben zelfstandig en ik doe allerlei projecten voor het Stedelijk Museum. En vanuit eigenlijk de invalshoek van publieksbegeleiding, het doceren en projecten die mensen prikkelen om die link te maken met kunst voor mensen van wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Wel afwisselend, hè? Want ik bedoel, heerlijk. Het ene project heb je gedaan. Ja. Ja. Hè, want als je altijd in de sleur zit van één en hetzelfde, maar dan blijf je gewoon, dan ga je je daar weer op werpen. Nou, precies. Ja. Ik vind het heerlijk. En na de vaandels, ik wist niet, alles was vaandels op dat moment. En, heb je zelf nog meegelopen? Gerend van heen en weer. Ja. Want met een boormachine om vaandelstokken te repareren die niet redden halverwege. Iemand moet het doen. Ja. Dus ik ben daar van begin tot einde bij betrokken geweest en dat was heerlijk. En nu gaan we dus de stad in om bij verenigingen of mensen, groepjes. Ik heb donderdagochtend bij twee koffieclubjes, zeg maar, van dames die altijd samenkomen, hebben we verteld. En dan kom ik met mijn koffertje. Die staat nu we zagen je binnen over zien. Ja. Ja. En daar zitten dan wat spulletjes in. Maar wat heb je daar liggen, even voor de mensen? Ja, nou, ik zou het eigenlijk willen zeggen van, wat denk je dat het is? Blauwe Libanon. Oranje Libanon. Het is van dat spul ook wat, hoe noem je dat? Suiker, maar dan, poedersuiker of bastardsuiker. Ja, het gaat meer richting de bastard en kristalsuiker. Ja, het is iets fijner dan de kristalsuiker. Ja. Maar er is natuurlijk nog wat mee, het is gekleurd. Het is gekleurd, ja, precies. Ja. Dus en dus eigenlijk, het is geen waspoeder. Gaan we dat bij elkaar voegen of wat gaan we doen? Wat eigenlijk het eerste is waar je in de tentoonstelling tegenaan loopt bij Sticky Business, is een soort suikerlandschap. En nou, die is zeker 1,5 meter hoog en die is helemaal gemaakt van dit gekleurde suiker. En de kunstenaar Pip en Pop, die hebben daar 3 weken aan gewerkt om met al die gekleurde suikers eigenlijk je een beetje weer terug te brengen naar die kindertijd. Want weet je, kun je nog herinneren hoe het was als kind om suiker of zoet? Ik zei hem tegen Jan Willem, als vroeger Sinterklaas kreeg zo'n suikerbeest. Ja. Dat zie je nu niet meer. En een suikerspin. Maar met allerlei smaken dan, suikerspinnen. Ja. Ja. Nou is ook een hap lucht en de rest blijft aan je tanden hangen. Ja. Maar het blijft wel boeiend. Ja. Maar ik vind dit gewoon leuk, omdat je met die attributen ook kan werken. Natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk, meestal ben je in een museum dat je vooral probeert zoveel mogelijk met je handen op je rug rond te lopen. Ja. En wat ook wel fijn is, dat degene die een kunstvoorwerp of schilderij heeft gemaakt, er is bij is om uit te leggen. Ja. Vroeger ging ik door het museum en dan zei mijn vrouw ook wel eens, wat stelt dat voor? Ze zegt, god, ik weet het niet. Maar als die man erbij staat, dan kom je helemaal, dan gaat het leven ook. Hè? Ja. Nou staan niet alle kunstenaars natuurlijk bij de kunstwerken in de tentoonstelling. Nee. Maar het feit dat wij zeg maar, naar de mensen toe gaan en er wat over vertellen. Ook, ja. Maar werpt het geen weerstand op? Want suiker is een boosdoener, net als zout. Nou, het mooie van deze tentoonstelling is eigenlijk dat het alle kanten van onze relatie met suiker belicht. Het heeft een mooie kant, want al onze mooie momenten in het leven, daar komt zoet en suiker bij kijken. Denk aan zo'n filmfestival, hè? Suikerzoet filmfestival. Nou, de soesjes die staan achter voor het zoveeljarig trouwen. 46 jaar. Ik wil er niet over praten. Maar ook bruiloften, weet je wel. En denk aan beschuitende muisjes voor geboortes. Ja. Of Sinterklaas en suikerbeesten. Dus we vieren ook heel veel mooie momenten in ons leven met suiker. Suikerfeest bij de Turkse en suikerfeest bij de Turkse cultuur. Mensen. Maar het heeft nou eenmaal ook een minder mooie kant. En daarvoor wil ik eigenlijk deze ook aan jullie laten zien. Dat is voor de laatste uitzending, hè? Oh. Ja. Dan knallen we onszelf de lucht uit. Wat denken jullie deze zijn van Marije Vogelzang? Hij heeft deze gemaakt en dat is ook de curator die de tentoonstelling helemaal samen heeft gesteld. Zij is een food designer. En wat denken jullie hieraan? Waar denk je dan dat waarvan het gemaakt is? Het is natuurlijk een pistool. Ja. Net als vroeger, zo'n kinderpistooltje. Ja. Maar denk je dan aan? Ja, wat denk je dat van gemaakt is? Wat kun je ermee doen met dit pistooltje? Nou, het zal natuurlijk toch ook weer van suiker weer zijn. Ja. Suikerpistool. Ja. En het heeft natuurlijk alles mee te maken dat het ook gewoon heel slecht voor je is. En dat suiker zelfs als dodelijk kan worden gezien. Misschien is het leuk bij het Suikerzoetenfestival de mensen allemaal zo'n geweer te geven. Ja, mocht de film tegenvallen. Kan je mee kop schieten. Ja. Maar even serieus, nou is bij de tentoonstelling is dit dan weg. de plastic, hè? Ja, dat hangt in als een soort zwerm van deze suikerpistooltjes. Het gaat natuurlijk over hoe, het gevaar van suiker ook. Ja. En dus, Diabetesfonds is bijvoorbeeld ook nog eens een samenwerkingspartner tijdens deze tentoonstelling om voorlichting te geven. Ja, ik denk dat dokter wel even een beetje anders tegenaan kijken natuurlijk. Hè? Ja. Want de gewone burger vindt het prachtig. Ja. Ik zag mensen tijdens de film... eraan likken, beide, allemaal leuk. Ja, je hebt al een paar keer verwezen naar die beelden waar je aan kan likken. Ja, dat zijn 4 beelden die staan in het midden als je het hoekje omkomt. Ja. Er was er trouwens ook een bij die bleef hangen, maar dat was een ijssculptuur die dan altijd suiker was. Ja. Heftig, ja. En er staan dus ook 2 beelden inderdaad waar je dus aan mag likken. En dat is dat dan een beetje hygiënisch? Als iedereen er maar aan gaat zitten. Dat is een beetje likken, die poetst zijn tanden en dan kom jij erachteraan. Ja. En dan, dat is het vraagstuk natuurlijk. Durf je dat dan? Hè? Wat willen jullie nou met name met deze expositie bereiken? Wat is de gedachte nou echt achter? Als eerste willen we natuurlijk kunst brengen. Ja. Dat is ook heel belangrijk. En kunst die dus een thema, een maatschappelijk thema waar we allemaal mee te maken krijgen. Dus onze relatie tot suiker hebben we allemaal mee te maken. Ja. En daarnaast willen we graag het thema van zoveel mogelijk kanten belichten. En het is niet zo dat het museum zeg maar een vingertje gaat wijzen van jongens, suiker is slecht, stop er allemaal mee. Maar kunst is een heel mooi middel om een bewustzijn te creëren. Ja. En ook die samenwerking met het Diabetesfonds bijvoorbeeld. Ja. Is ook zo dat we zeggen van, het heeft ook gevaarlijke kanten. Kijk maar naar de sugargun, weet je wel. Het kan gewoon echt dodelijk zijn. Ja. Maar we bieden ook meteen de kans om voorlichting. Je kan ze weer aan denken zetten ook natuurlijk, hè? Ja, dat je zelf die beslissing neemt. Als je stopt met roken, vind je lekker. Stop je ermee, dat is moeizaam. Maar je kan er ook naar kijken. Maar wat me nou nog bezighoudt, tot slot Jan, het poppetje. Ja, poppetje. Wat denken jullie dat het is? Bekend voor. Ruiken, maar je mag er niet aan likken. Maar je mag er wel aan ruiken. Het lijkt wel een soort gaper bij de drogisterij. Ja. Je moet er even aan ruiken. Ik denk dat het Rob Roos is, van theater. Nee, aan ruiken zegt zeg het maar. Ja, die heeft er toch wel wat van weg. Je moet niet aan Rob ruiken. Tulpenbol, Jan. Nee? Wat is dat nou? Ja, een bloem, iets met bloemenlucht. Iets met bloemenlucht. Hier, suikerbiet. Weet jullie het echt zeker? Waar vind jij dat het naar ruikt? Zeg het maar. Ja, ik weet natuurlijk waar het van gemaakt is. Ruik eens. Waar ruikt dit van? Waar ruikt dit dan? Wat is dit? Even wachten. Schakel even dat kind erin. Hallo mannen. Ben je zo op de tv neemt. Ja. Even kijken, daar komt ze. Kees, lukt het? Beetje hierheen. Waar ruikt dit naar? Chocola. Ja. Nou, ik wil dat meisje zien. Kom op, mannen. Dat komt al. Jongen, hè. Daar gaan we nog een keer. Waar ruikt dit naar? Het ruikt naar chocola. Wat voor witte, puur of melk? Puur, denk ik. Puur, zegt ze. Ja. Heel goed, ben geslaagd. Je hoeft niet meer naar school dit jaar. Wil je een soesje? Nee. Oh. Kijk, ik word goed opgevoed. Maar ik heb wel begrepen dat jullie gesponsord worden door alle tandartsen van Schiedam, hè? Dan moet je maar eens even laten weten waar je die informatie vandaan haalt. Maar dit is dus inderdaad een kop van cacao. Ja. En dit werk er staan hele grote beelden van cacao in de tentoonstelling. En die gaan eigenlijk ook niet alleen over de gezondheidskwesties die ook bij suikerzoetigheid komen te maken. Maar er zitten ook politieke, economische kwesties aan. En dit kunstwerk gaat helemaal over een cacaoplantage in Congo die helemaal als... op een positieve manier de arbeiders heeft begunst. Nee, er wordt kunst van de cacao gemaakt in plaats van repen, waardoor de arbeiders gewoon betere salarissen krijgen. Ja. En dat is het mooie wat kunst ook kan doen. Nou is volgende week de intocht van Sint-Nicolaas. Een mooie combinatie met deze expositie. Wanneer gaat de expositie draaien? Hij is al volgaande. Hij is nog tot half februari te bezichtigen. Ah. En vanmiddag is er eigenlijk ook iets bijzonders. Het heeft niet helemaal met Sinterklaas te maken, maar met een andere traditie. Namelijk de traditie van de varkensmarkt hier in Schiedam. Ik weet niet of jullie daar al eens over hebben gehoord. Nou, ik zie wel eens een paar varkens lopen, maar niet op een markt. Maar kan hoor. We hebben natuurlijk de vismarkt, dat weet je natuurlijk wel. De vismarkt. En dat is een plek nog, maar vroeger hadden varkens een belangrijke rol in Schiedam vanwege dat ze de spoeling kregen. Ja, als echt Schiedam weten jullie natuurlijk wat spoeling is. Het restproduct van de jeneverindustrie. Ja. En daar werden koeien mee gevoed, maar ook de varkens. Ja. Dus je weet al, Schiedam had echt varkens van kwaliteit. En dan was er een traditie dat er een spikkelaarsvarken werd uitgedeeld. Dus uitgereikt aan Rob van Klaarwater. Precies. Ja, en die heeft ook mooi voorgedaan hoe die dan met een oude jeneverkruik kan die op toeteren. Oh, ik dacht hij dat zo'n vark had voorgedaan, maar dat gaat weer te ver natuurlijk. Hè? Maar dat was wel heel uniek, heb ik begrepen. Ja, heel uniek. En dat is ook wat de tentoonstelling ook teweeg heeft gebracht. gebracht eigenlijk is dat speculaasvarken, waar dat dus nog een plankje van is, een speculaasplankje, nieuw leven in is geblazen. Dus het oud stukje cultureel erfgoed is weer de wereld in geworden. Vanmiddag worden ze uitgedeeld in de stad. Okay. De Aan jou zal het niet liggen. Nee, hoor. Je wordt dadelijk even met een formulier of je mee wil werken bij een leuk programma of kunstprogramma op Look TV. Ik ben van harte welkom. Cilia, ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Bedankt voor je toelichting. Neem al je suiker weer mee, want hier zitten naast me. Je mag geen suiker meer. Dus, maar, het zijn goede alternatieven ook voor suiker. Hey, ik kan er bijvoorbeeld naar kijken. Maar jij wou mijn soesjes al weggeven. Ja, zo ben ik dan ook wel weer. Makkelijk weggeven, want niet van jou is. Gezellig dat je er was. Dankjewel. Dank jullie wel. Nou, voor de mensen die van chocola houden heb ik goed nieuws. Want op de Broersvest is gekomen Eva's Sweet Shop. Eva, goedemiddag. Waarom ben je een chocoladezaak begonnen? Nou, dat is mijn vroege droom geweest. En nou ja, die heb ik nou waargemaakt. En hier in Schiedam. Dus. Waarom Schiedam? Waarom Schiedam? Omdat in Rotterdam is voor mij niet betaalbaar geweest. En hier wel, dus vandaar. Dus het fabeltje dat het onbetaalbaar hier is, hebben we gelijk een beetje uit de wereld geholpen. Wat is het moeilijk om een chocolazaak te runnen? Wat is de kunst? Wat is de kunst? Om mensen eigenlijk overtuigen dat we wel aparte chocola hebben. Niet wat mensen gewend hier zijn. Dus dat is het moeilijkste. Ja. En maak je dan zelf chocola of koop je het op een bepaalde manier in? Ik koop dat allemaal in 3 verschillende landen. Dus Polen, Duitsland en ook Nederland. Laatste tijd, dus ja. Wat is het verschil tussen die 3 landen? Nou, er zijn zeker smaken, vormen en grootte, dus ja. Nou, zullen mensen denken, ja, chocolaatje is een chocolaatje. Nou, ik heb al een beetje rondgekeken. Je kan er van alles mee doen, hè? Waar specialiseer je je in? Nou, ik specialiseer me in bonbons. En die zijn heel klein, fijn en licht. Dus dat zijn geen zware bonbons. Lekker licht en dan kunnen we 2 of 3 achter elkaar opeten. En niet zoals we gewend zijn in Nederland, 1 grote wat niet lekker is achteraf. En dan, nou ja, goed. Nou heb je een grote concurrent in Schiedam, daar heb je vast van gehoord. Is dat een concurrent of zie je dat als collega? Ik zie het als collega. Ik zie het niet als concurrent. We hebben allebei verschillende producten, wel chocola, maar wel verschillende vormen en smaken en grootheid. Nou, je bent net geopend. De chocola is nog warm, zal ik maar zeggen. Hoe ben je hier begonnen? Heb je zelf allerlei dingen verbouwd? Hoe heb je het ingericht? Hoe is dat allemaal gegaan? Ja, ik heb hier alles zelf gedaan. Dus ik heb ook zelfs geschilderd. Alles zelf. Idee was in mijn hoofd en die heb ik uitgebracht hier. We gaan nou met de Sinterklaas en met kerst leuke pakketjes maken. Heel aparte dingetjes. Dus leuk voor cadeau. En, speel je dadelijk in op Sinterklaas en op de kerst? Ja, zeker. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, er gaan allemaal leuke producten hier staan. En dan echt met zwarte pietjes en Sinterklaas en stoombootjes en marzipanproducten komen ook bij. En van alles. Is chocola nou een product wat eigenlijk al eeuwen hetzelfde is? Of ontwikkelt zich dat? Komen er bijvoorbeeld nieuwe smaken bij? Ja, dat komen zeker. Ik heb iedere week dus nieuwe smaken. Van mensen dat willen iedere week iets nieuws proberen, die zijn welkom. Ik heb bijvoorbeeld nou van oktober heb ik gehad marsepein met raspberry en pure chocola. En november komt er weer nieuwe smaak en iedere week hebben we nieuwe smaak. Dus dat houdt het nooit op. Nee. Nou, dan is het nu alleen maar de kunst om de mensen naar de winkel te lokken. Van wanneer tot wanneer ben je geopend? Ik ben vanaf dinsdag tot met zaterdag geopend. Vanaf kan beter werken. 11 uur tot 18 uur. Donderdag vanaf 11 uur tot 20 uur. En vrijdag, zaterdag vanaf 10 uur tot 18 uur. Ja. Lieve mensen, welkom terug bij Wenneke Live. Ja, het is wel gevaarlijk. Suiker en dan chocolaatjes achter elkaar. En dan tenslotte als toetje Rowana, onze buurvrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Ja, gaat hartstikke goed. Met jou? Ja. Ik heb want ik denk, nou, loop nou eens even lekker leeg. Nee, jammer. Het loopt niet leeg. Rowana, het hele programma heeft een beetje al in het teken gestaan, ook van voedselbankactiviteiten. Ja. Ook jij gaat eraan meedoen. Ja. Wij zijn heel verheugd op onze voedselbankweek, die wij binnen de Baletschool gaan organiseren. Van 27 november tot en met 2 december. En hoe wij dit hebben aangepakt is dat wij normaal altijd een aantal keren per jaar een kijkweek organiseren. Ja. Dan mogen ouders in de les komen kijken naar hun kinderen wat ze geleerd hebben. En wij hebben dit nu in teken gezet van de voedselbank. Dat betekent dat alle ouders die zeg maar komen kijken naar hun kind een voedingsmiddel mee moeten nemen. Dus dat kan een pot pindakaas zijn of spaghetti. Je moet natuurlijk wel voor langere tijd houdbaar zijn. Rijst. Ja, rijst, al dat soort dingen. En wat wij hiermee willen bereiken is dat ouders met hun kinderen, naast dat wij erover praten in de dansles, ook het meenemen naar het gezin en het ook thuis bespreken. Van wat is de voedselbank nou precies en waar staat het voor? Dus ja, daar doen wij natuurlijk iets mee. Bovendien introduceren wij het ook in de lessen door dansen te maken op liedjes over voedsel. En we praten er natuurlijk ook over met de kinderen. En dat gaat de hele week door. Wij verzamelen al dat voedsel allemaal bij elkaar. En dan 3 december hebben we hier in het theater van het Wennekerpand de afsluiting van de Voedselbankweek. En dan gaan al onze selectieleerlingen optreden, 3 keer. 1 keer om 2 uur, om 4 uur en om 7 uur. En daar kan een kaartje voor gekocht worden. Die zijn €2,50 plus reserveringskosten bij Theater aan de Schie. En mensen kopen een kaartje daarvoor, waarvan dat geld ook weer naar de voedselbank gaat. En wij geven dan ook op dat moment eigenlijk al het eten aan de voedselbank zelf. Maar hoe kom je op al die ideeën? Want het is wat Jan Willem zei, hoe gaat het met je? Nou, je hebt het erg druk. Ja. Overal kinderen op de A4 hier, alles in bewegen en telkens doe je weer wat nieuws erbij. Ja, maar om te ontspannen maakt ze kinderen. Om te ontspannen maakt ze tussendoor kinderen. Ja, dat is even uit beeld. Ja, precies. Rowana, misschien inhakend. We hadden vanochtend een mevrouw, op 19 december is er een diner in de Grote Kerk voor mensen, een kerstdiner. Ja. Voor mensen die het niet zo blest hebben. Dan kunnen de Schiedammers €25 zo'n couvert sponsoren. Ja. Het zou natuurlijk wel leuk zijn als jullie daar spontaan even achter de présence geven. Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja? Ja even hoor, zet maar. Ja. Wij vinden het heel belangrijk om onszelf ook... Het is vlakbij, je verkleedt hier, je loopt er naartoe. Die mensen gaan die zouden het fantastisch vinden. Geef hem maar op. Nou, mevrouw Hanneke Guijt, we hebben in ieder geval alvast weer een deel van het programma geregeld. Ja, zo is het joh. Maar... om maar met de deur in huis te vallen, waarom zitten al die kindertjes hier? Nou, die meiden die treden op tijdens de grote show. Grote show op 3 december. En zij laten ook met z'n allen aan het einde van alle 3 de shows een grote finale zien. Oké. Nou heb jij met onze vriend Vincent wat afgesproken, zakelijk of privé? Ja, zakelijk. Zakelijk? Ja. Ik ben benieuwd. Ja. You know when I come back, you know what it look like. Everything lit, all the girls in free. Everybody inside, sipping on a good time. You ain't got a wrist, they can put it on me. When they wanna go, they know all my money sure. I don't ever get it one way, yeah. Spinner then I get it same day, but hey. Got your mind on me. Throw it till it's all gone. I don't gotta save no. I can blow a check. Tell me what it's gonna be. When they wanna go off, they know all my money show off. I don't ever get it one way. Yeah, spin it and I get it same day. But hey, I didn't come here to party. I didn't come here to stay. I came to leave with somebody. ongelooflijk, hè? Als jij nou, als jij nou Sonja vraagt vanavond om even mee te dansen. Hè? Jij moet eens eerst op de tafel zetten. Ongelooflijk leuk. Nou ja, goed, wanneer je mensen nu niet enthousiast krijgt, dan hoeft niks meer. Nee. Dan kan je alleen nog maar thuis blijven. Nou ja, en bewegen, De Haag wil graag dat de kinderen bewegen. Nou, klopt. Dat doe jij uiterste best voor. Ja, dus, klopt. Nou ja, ze kunnen de kaartjes bestellen natuurlijk, via Theater aan de Schie. Ja. En, een beetje Loekie de Leeuw toch wel, hè? Die en die kan je online bestellen. En dan zien we ze eigenlijk allemaal op 3 december. En eigenlijk al het geld wat je voor de kaartjes, zeg maar, betaalt, dat gaat ook naar de voedselbank. Ja. Rowana, tot slot nog even een ander zijsprongetje. Jullie zijn vorig jaar gestart met een ballet-MAVO in Schiedam. Met de DansMAVO, met MAVO Schravenland. Klopt. Even heel kort, hoe gaat dat tot nu toe? Nou, het gaat heel goed. De eerste lichting bestaat uit 14 kinderen. En ze hebben afgelopen week en maandag hebben ze hun eerste testlessen gehad. En dat zag er allemaal heel goed uit. Ze zijn heel enthousiast en ze gaan er volop voor. En ook hun, naast de dansvakken, ook hun eigen lessen gaat heel erg goed. Dus ook het leren gaat super. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja. Hè? Dat je niet heel goed loopt te dansen, maar dat je ook niet weet hoe je Engels of Nederlands moet schrijven. Ja, daar zit een hele goede balans in. Dus ze studeren ook af met dans als zevende vak. Maar uiteraard krijgen ze natuurlijk ook een diploma van al hun andere vakken. Zitten daar nog jongetjes bij? Ja, er zitten 2 jongens erbij. Ja. En die doen het supergoed. Nee, dat is fijn. Ja. Want ik denk dat het zo is, kijk, jongens moeten ook dansen, klaar. En dat is hartstikke leuk. En die jongens die... En die meiden vangen ze goed op, die jongens. Ja, ze zijn echt belangrijk. Een voorbeeld ook voor de andere jongens die de DansMAVO willen. Maar nou begint de periode weer alweer voor de nieuwe inschrijvingen voor volgend jaar. Gaat het door, dat project? Ja, het gaat sowieso door. En we zijn op dit moment, er komen straks natuurlijk ook weer scholenmarkten aan, waar we volop te zien zijn. En we zijn heel erg bezig natuurlijk met naar buiten treden voor de DansMAVO. En aankomende woensdag is om 7 uur hier de eerste informatieavond over de DansMAVO. Waarbij alle kinderen vanuit de balletschool, maar ook alle balletscholen rondom de omgeving Rotterdam, Delfshaven, Overschie. Die zijn ook allemaal uitgenodigd, zodat wij echt kunnen laten zien wat de DansMAVO inhoudt. Ja. Ja. En ze krijgen alle informatie, een rondleiding door het Wennekerpand. En ze krijgen de kinderen zelf te zien. Ja, ja. Dus aanstaande woensdagavond. Ja, om 7 uur hier in het Wennekerpand. Voor ouders waarvan de kinderen graag naar de DansMAVO willen, balletMAVO. Klopt. Die moeten hier zijn. Die moeten hier zijn voor informatie. En er komen ook kinderen van groep 7 al langs. Want het is echt puur om informatie te krijgen. Hoe het er eigenlijk uitziet. Je kan ze niet te vroeg informeren wat dat betreft. Precies. Dan, als ze die keuze willen maken, dan kunnen ze zich een beetje voorbereiden. Ja, en dan gaan ze er ook helemaal voor. Dus, tof. Ja. Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Ja. Wij zullen kijken of mevrouw van de Voedselbank het leuk vindt wanneer jullie langskomen. Dan koppelen we jullie even. Ja. Want dit programma is natuurlijk ook om mensen aan elkaar te binden. Dus heb je verder nog mededelingen? Moeten er nog kleine commercials uit? Nou ik heb wel een mededeling over het feit dat wij dit project van de Voedselbank, daar zijn we heel blij mee. En ik wil ook Theater aan de Schie bedanken dat zij eigenlijk het theater van het Wennekerpand geheel tot onze beschikking hebben gesteld. Zodat wij... alles kunnen doen door Rob Roos. Dus daar ben ik heel blij mee. Nou, bedankt. Dat was het. Ja, verder geen boodschappen meer voor thuis? Nee. Alles geregeld dit weekend. Is geregeld. En volgende week komt Sint-Nicolaas. Ja, en dan ben ik er ook weer bij. Dank u wel voor je komst. Graag gedaan. Happens again, there'll be no looking back, and I won't say I told you so. mensen wat een programma. Van dansen naar John van Sliedrecht is maar een kleine stap. Nou, John, goedemorgen. Dit ga ik niet overtreffen hoor. Nee, we hadden jou. Ik denk, nou, jij je kan wel even op de tafel hoor, John. Ik denk, jij springt erbij. He, bedoel, het wordt campagnetijd, ja, alles voor de kiezers toch? Nou, vooral jezelf blijven volgens mij. En dat is niet op een tafel. Nee, nou, okay. John, jij bent erg actief bezig in de politiek, dat weten we allemaal. Maar nu heb je het opgenomen voor de winkeliers, voor de verruiming van de winkeltijden op zondag. Ja. Ook met het oog op de feestdagen. Ik vind dat een goed initiatief van je, want waarom? Schiedam moet zich meer op de kaart gaan zetten. Men zegt dan, als je Schiedam voorbij rijdt, dan weet je niet wat er gebeurt. Maar die winkeliers willen zich ook profileren, ook met die feestdagen. Nou, even een kleine stap terug, want je hebt het nu over mij, maar dit doe je dus niet alleen. Als je iets wil bereiken in de politiek, doe je het met elkaar. Ja. En hetgeen waar we het nu over hebben, de motie die afgelopen maand in de raad is geweest om de winkeltijden op zondag te verruimen. Dat is een initiatief geweest, inderdaad dan wel van D66 in mijn persoon, maar fractie Jansen en Petra Zwang van de Partij van de Arbeid. We hebben dat met z'n drieën aangevlogen. Maar ruime meerderheid aangenomen. Ja, uiteindelijk VVD, GroenLinks, fractie Erdem, Leefbaar, fractie Malkortje is daarop aangesloten. En de aanleiding is geweest, eigenlijk een paar aanleidingen. Dat je hebt gezien, ik noem maar wat, in het voorjaar de Albert Heijn Hof van Spaarland had verbouwd, wilde op zondagochtend open, mocht niet van de gemeente, mag pas vanaf 12 uur. Nou is dat een grote supermarkt, daar kan je het van verwachten. Maar je had op een gegeven moment ook op de Groene Laan een ondernemer die een nieuwe bakkerszaak had en die daar op zondagochtend croissantjes wilde verkopen aan de buurt. De buurt vond het geweldig, hartstikke groot succes, hartstikke leuk. Maar vervolgens ook bericht van de gemeente van ja, je mag pas om 12 uur open. Ja. En dan zeg je dus inderdaad van ja, hallo, het is 2017, bijna 2018. We roepen in een uitvoeringsprogramma economie wat we hebben, dat we een goed economisch vestigingsklimaat willen bieden. Dat we graag creatieve ondernemers willen hebben. Nou, dan moet je die ondernemers ook de ruimte geven om op zondag open te kunnen als ze dat willen. Het hoeft niet. Nee. Ondernemers die niet willen, die hoeven niet. Maar ondernemers die nu wel wilden, die mochten niet. Nou, en dat verschil, dat wilden we graag opheffen. Maar een kerk gaat toch ook om 9 uur of 10 uur al open? Ja, nee, kijk, precies. Maar zo kun je allerlei vergelijkingen maken. En het feit is wel, kijk, want er wordt vaak dus inderdaad ook gekeken, en dat zijn de voorbeelden die ik nu ook noem, naar supermarkten of bakkers. Ja, als je in het buitenland bij een bakker bent, dan is hij gewoon open op zondagochtend. Nooit discussie. Nee. Maar er zijn nog meer ondernemers, hè, als je het hebt over creatieve ondernemers. Ja, helaas gaat het op het moment even niet goed met haar, maar Annette Jonge van het Schiedams Boekhuis, die gaf ook aan van ja, moet je luisteren, ik zit hier naast het museum. Ja. Het museum gaat op zondagochtend open. Ik wil graag open zijn als dat museum open gaat. Ja. Nou, snap ik volkomen, hetzelfde publiek. Nou, zo zijn er misschien meer ondernemers en dan moet je dat niet van geval tot geval gaan bekijken, maar regel het dan zo. Dat was het idee dat je zegt van joh, in Schiedam mogen op 6 dagen in de week winkels tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds open zijn als ze dat willen. Nou, laat die zondag diezelfde tijden krijgen. Maar ben jij ook geschrokken, John, van het sluiten van het Sterretje en Uniek? He, die zijn opgestart, maar die hebben er nog geen jaar vol kunnen houden. Nee, ja, zonde. De precieze redenen daarvan. Kijk, er zijn gelukkig andere horecazaken die ze beginnen, die het wel redden. De pannenkoekzaak gaat daar weer beginnen. Precies, weet je. Ja. Dus je ziet gelukkig wel in meerderheid nieuwe ondernemers komen die het redden, gelukkig. En niet iedereen zal het redden, dat is ook een economische realiteit. Ik begrijp wel dat er voor het Sterretje inmiddels al gesproken wordt over in ieder geval nieuwe uitbater. Maar ja, dat staat even los van die zondag natuurlijk. Ja, maar dat speelt wel bij de mensen. Het speelt, absoluut, ja, natuurlijk. Ja. Maar zijn we dan langzamerhand niet op weg naar de gevreesde 24-uurs-economie? Er zijn natuurlijk bedrijfjes bij, familiebedrijfjes, die zeggen dan van ja, maar ja, als de buurman open gaat, dan moet ik ook, maar ik moet al zoveel werken. Ja, je hebt het over een gevreesde 24-uurs-economie. Ik denk dat het gewoon een realiteit is dat er een 24-uurs-economie is. En, is dat zo? Jawel, ik denk dat we daar al zijn. Alleen, wat jij nu zegt, ik denk, we hebben de discussie ook nooit gehad over de maandag, om maar wat te noemen. Mm-hmm. Nou, op maandag mag jij in Schiedam tussen 6 en 10 uur open zijn. Wie is er open? Bijna niemand, omdat er geen behoefte aan is. Er zijn zelfs geluiden bij dat de maandag eigenlijk de gesloten dag gaat worden. Nou ja, misschien is dat ook wel logischer. Want je ziet dat mensen, en dat is ook onderdeel van de motie geweest, Er is onder consumenten gewoon behoefte in sommige gevallen om op zondagochtend te kunnen winkelen. En dan hebben we het echt niet over Stripes op de Hoogstraat die dan open zal gaan of de Blokker. Nee, dat is onzin. Maar als er ondernemers zijn die zeggen van nou, ik zie op dat moment de mogelijkheid om open te gaan, nou, dan vinden wij als indieners en ondersteuners van de motie dat je die ondernemers daar de ruimte voor moet kunnen bieden. Maar dan zegt de consument omgekeerd weer, ja, dan ga ik naar de stad toe, dan zijn er 4 winkels open. Het zit een beetje... Je moet je afvragen, kijk, iemand die op zondagochtend een boek wil kopen bij het Schiedams Boekhuis, die zal waarschijnlijk niet speciaal daarvoor naar de stad zijn gegaan. Nee. Maar dat kan dus een bezoeker van het museum zijn die zegt van, goh, ik ga toch ook nog eens even bij die boekwinkel naar binnen. Ja. Nou, ik denk dat als je naar het museum gaat, dan langs die winkellijst open, gaat hij even naar binnen. En de kans dat hij een boek koopt is aanwezig. Precies. Ja. Dus, en dan gaat het erom van als een ondernemer ziet van hé, daar heb ik kans om inderdaad klanten te bedienen. Nou, dan moet je die kans geven. En nu zeg je dus in de oude verordening van misschien wil je het wel, maar je mag pas vanaf 12 uur open zijn. Nou, heb je vragen gesteld. Ik heb het antwoord gelezen van de burgemeester en wethouders. Over controle en wel kijken en niet kijken. Ja. Leg dat eens uit voor de kijker. Nou, er is 2 dagen geleden is er een antwoord gekomen van het college. Kijk, de stap naar zo'n motie toe, want we hebben hem in de ogen van sommigen redelijk koud in de raad gebracht, hè, zonder dat het een agendapunt was. Maar er zit wel een heel traject voor met vragen aan de wethouder, vervolgens vragen tijdens de rondvraag bij een commissievergadering, een gesprek met de burgemeester over dit onderwerp wat René Jansen, Petra en ik hebben gehad. En uiteindelijk hebben we besloten van nou, er komt in december sowieso een raadsvoorstel voor een nieuwe winkeltijdenverordening. Het college zei van nou, wacht daar nou op. En dan kun je altijd nog een amendement indienen. Waarbij onze redenering was van ja, maar waarom zou je wachten met iets wat naar de raad komt en dat dan gaan repareren als je het van tevoren al als raad aan kan geven wat je wil dat daarin staat. Ja. Ja. Ik denk dat dat logischer is. Nou, dat is nogal een discussiepunt geworden, ook in die raadsvergadering. En 2 dagen geleden is er een brief gekomen van het college, waarin opnieuw verwezen wordt naar die winkeltijdenverordening die in december in de raad komt. En het tweede onderdeel van die motie was dat we zeiden van joh, als we nou toch als raad besluiten om die winkels de mogelijkheid te geven om open te zijn, ga dan niet handhaven tot die tijd als ze open zijn. Ja. Nou, daar staat nu in de brief van ja, dat kunnen we niet garanderen. Beetje gedoogbeleid. Als je toch weet dat dat gaat veranderen, dan kan je handhavingstijd en energie beter in andere zaken sturen, want er is genoeg te handhaven in Schiedam. Ja, absoluut. Dus ga dan niet die bakker of die boekhandel lastigvallen. Het antwoord blijft voor de winkeliers wel een beetje onzeker. Ja, nou, en dat is wel waar ik me ook wel over verbaasde, maar waar we nogmaals, is zo vers. Ik denk dat daar nog wel een gesprek over komt met de burgemeester en de wethouder. Er staat nu van wij kunnen niet garanderen dat we die handhaven. Maar er wordt wel gesproken over, stel dat er door de opening van een winkel overlast ontstaat. Nou, dat is heel simpel, dan handhaaf je op overlast. En dat is volkomen logisch. Ja. Ja. Maar ga niet handhaven op een winkelier die gewoon open is en die niemand daar overlast mee bezorgt. Maar een boekhandel, John, die maakt geen overlast. Nee, daarom. Dus, weet je, ik lees die regel in die brief, maar dat is, je kunt hem lezen als je wil. Ik lees hem als van, joh, maar als er ergens overlast is, dan gaan we wel handhaven. Ja. Dan zeg ik, logisch. Logisch, daar ben je voor. Kun je dat nou formeel indekken? We hebben het in ieder geval een keer gezegd. Ik denk dat dat inderdaad zeg maar, heel formeel en maar ook juridisch ingegeven is. Want als je zegt van we gaan die handhaven, dan kan je dus ook niet handhaven. Nee, maar dan geef je ook een vrijbrief. Ja, precies. Ja, precies. Dus. Ten slotte, die hele discussie gaat nu toch op de schop over winkeltijden. Ja. Wordt het niet eens tijd om die koopavond naar een andere avond te schuiven of helemaal weg te halen? Mijn persoonlijke overtuiging, en dat ventileer ik ook waar ik kan, is dat koopavond een volkomen achterhaald begrip is. Singles. Koopavond komt uit de tijd dat je met z'n allen ook 6 dagen in de week werkte. Ja. En op zaterdag, op zondag andere dingen te doen had. En dan ging je op donderdagavond ging je naar Schiedam met z'n allen. Ja, die tijd is geweest. Ja. Dus koopavond, als je ook nu op donderdagavond door het centrum loopt. Ja, weet je, de een is wel open, de ander niet. Richt dan je pijlen bijvoorbeeld op die zondag en zeg van joh, donderdagavond gewoon dicht. Nou, dat of een mooie standaard tot 8 uur s'avonds open. Dat kan dan ook pak je je tijd terug en dan zeg je met de feestmaanden, nou dan doen we die koopavond er even bij. Ja. Maar voor de rest zondag invullen en dan die koopavond schrappen. Wat je nu noemt is trouwens ook nog wel iets, en dat is ook een uitvoeringspunt van die motie, waarover nu ook best nog wat discussie is. Er is vanuit de ondernemers aangegeven van joh, de dag voor kerst is een zondag. Wij willen dan open zijn, extra koopzondag. Ja. Want ja, logisch, dan haal je je omzet. Hè? Dat is de topdag van het jaar. Nou, met die motie hebben we dus eigenlijk ook bereikt dat je in principe 52 koopzondagen, of mogelijke koopzondagen hebt. Alleen nu is mij ook niet duidelijk van is het nou toegestaan op die zondag voor kerst om open te gaan en de zondag voor oud en nieuw. Dus nogmaals, ik verwacht dat we daar als indieners komende week wel even contact over hebben en desnoods even een kop koffie gaan drinken. Van nu op maandag en dinsdag. Ja, precies. Dus, dan zou het echt wel fijn zijn als zondag. Als je nu op zondag dicht bent, is het dodelijk voor je lokale ondernemers. Ja. Want dan gaat iedereen naar bol.com en Coolblue en weet ik veel wat. Dan gaan ze die leveren dan wel. Dus dat, je moet wel gewoon open zijn op dat moment. Het is tijd voor nieuwe regels. Het moet omgegooid worden. John, we gaan je bedanken voor het langskomen. Heb je verder nog iets leuks te melden? Dit programma kan bijna alles. Je noemde net verkiezingen komen eraan, die tijd gaat komen. Ja. En dat merk je in de raad, je merkt dat aan standpunten van mensen. Ja. En, mensen die een bril hebben, die kunnen dat kleine speltje niet lezen. Dus ik zou opteren voor een wat groter logootje. Ik ben meer van het subtiele, je kent me. Heel verstandig. John, bedankt voor het langskomen. Lieve mensen, wij gaan gelijk door volgens mij, want onze zangeres John blijft mee zitten, want anders dan trek je de hele kabel om. Hè. Rachel gaat van ons zingen. Wat heb je op het repertoire staan? A Natural Woman. Natural Woman. Oké. Ja, lekker. Ken je dat? Ja. Ja, ik ken het wel. Ja. Kijk, we schuiven hier een beetje naar links, naar rechts en dan... Looking out on the morning break. I used to feel so uninspired. But when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to play me. I didn't know what was wrong with me till you help me name it. Now I'm no longer doubtful to what I'm living for, but if you make me happy, I don't need to do more. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Thank you. Komt er voorzichtig af, hè? Wij gaan ons langzamerhand opmaken voor onze laatste gast. Wat een heerlijk chaotisch programma. Henk, even voor de mensen thuis. Ja. Geen betaald voetbal dit weekend? Nee. Er zijn twee nutteloze interlands. We hebben er één al afgewerkt tegen Schotland. En dinsdag aanstaande tegen Roemenië. Maar ja, het is voor de ranking, zegt meneer Strootman. Dus het zal wel goed zijn. Ja, ik weet onze laatste gast komt live aan tafel zitten. terwijl wij gewoon even doorgaan. Dus even voor de duidelijkheid, amateurvoetbal gaat altijd wel door. Amateur, ja, maar ook inhalen en bekeren, dus geen competitie. Geen competitie. Nee. En jouw sportverslaggever Bob van den Akker, waar gaat hij naartoe? Die zal vanmiddag zijn bij BVCB, Hermes DVS, BVCB. Okay. En dat is om 1 uur of 3 op Sportpark Hardegaan. Oké. Okay. Ondertussen is alles geregeld. Edwin heeft weer stroom en voeding, die kan weer praten. Edwin Spek, goedemorgen, welkom in ons programma. Ja, heel heen. Lekker even een theetje doen. Soms denk je wel eens een jaar duurt lang, maar soms vliegt een jaar voorbij. Ja, nogal. Het is weer zover, het Suikerzoet Filmfestival. De basisvraag blijft natuurlijk altijd voor mensen die zeggen van, huh? Wat is dat voor festival? Ja, en dat is elk jaar hetzelfde. Ja, nou, draait het van vorig jaar. Ja, nee, heel simpel. Nee, we zijn een genrefestival. Hè. We draaien feel-good en dramafilms in dat genre. En dat doen we 4 dagen lang gratis op bijzondere plekken in Schiedam. En we hebben zo'n 130 gratis voorstellingen. Dus, vooral dat gratis. Ja. Dat is toch in deze tijd, want qua organisatie, locaties, films en alles. Ja. Vind ik nog steeds fantastisch dat jullie het Prodeo... aan kunnen bieden aan de mensen. Ja, nou ja, kijk, ik ben van mening dat heel veel festivals het ook zouden kunnen doen. Maar het is heel vaak een verplichting om geld te vragen. Hè. Ik merk nu ook vanuit de gemeente. Ja. Die zoeken op allerlei manieren zodat ze zeggen, nou, misschien moet het toch maar betaald worden. Alleen aan de andere kant hou je helemaal niets over. Dus een pleinbioscoop, een Rotterdams Filmfestival verdient niet aan de kaartverkoop. Nee. Wat is er in de afgelopen jaren aan jouw formule, aan jullie formule moet ik zeggen, veranderd? Nou, eigenlijk niet zoveel. Nee. De formule was gratis, bijzondere locaties en als festival zo breed mogelijk programma. Ja. En ook wat bij een festival hoort, hè, dat zijn activiteiten eromheen. Nou, dit jaar zijn er heel veel bijzondere activiteiten. Je hebt een hele speciale openingsactiviteit? We hebben een openingsavond sowieso. Wat gaat er gebeuren? Want de mensen moeten geprikkeld worden. Ja. Nee, we hebben bij de opening natuurlijk de Rode Loper. We hebben live muziek. Benjamin Fro, een hip-hop artiest uit Amsterdam, komt optreden. We hebben de uitreiking van de Zilveren Traan. We hebben een eigen filmprijs die door een vakjury... wordt uitgekozen. Dat is de prijs voor de beste korte film. Ja, hè? Dat is ook kunstwerk en een cheque van €500 die aan een jonge filmmaker meestal gegeven wordt als impuls. Ja. En we hebben natuurlijk altijd een bijzondere film als openingsfilm. Dit jaar hebben we Tulipani van Mike van Dien. Ja. Ook wat leuk is dit jaar weer 4 nieuwe locaties erbij, hè? Want je blijft variëren. Ja, dat zoeken we altijd. Ook een beetje doordat de Havenkerk is weggevallen. Hè? Ja. Dus dat is, helaas, die is even niet meer geschikt voor grote festivals. Maar de Lutherse kerk bijvoorbeeld is weer iets unieks daar op dat hoekje. Ja, een hele bijzondere kerk. Ik geloof niet meer dat die nog draait. Hè, die kerk, sinds januari zijn daar de deuren gesloten voor zondag. Maar in ieder geval wel leuk om daar weer eens naar binnen te gaan. Ja. Ook als je niet gelovig bent, daar is de boel eens te bekijken. Ja, dat vind ik sowieso leuk. We hebben natuurlijk heel veel kerken. En het film kijken is natuurlijk iets heel heeft ook iets devoots eigenlijk. Het is een donker, helemaal... En er gebeurt iets met je emoties. In de bioscoop en zo. Ga je ook niet zitten schreeuwen, maar hou je ook devoot. Het is stil en je neemt die film in je op en je wordt misschien geraakt. Even over die programmering. We hebben natuurlijk hier in het Wennekerpand het filmhuis. Ja. Maar we hebben sinds kort ook een mega grote bioscoop. Ja. Merk je daar wat van? Van die aanwezigheid van met name die laatste. En hoe bedoel je? Nou, in de zin van bezoekers, vrees je dat? Dat mensen toch... Nee. Het zijn 2 verschillende... De Euroscope is echt zo mega. Daar ga je heen voor je popcorn en voor een snelle film. Ja. Ik bedoel, het is een groot, sfeervol... Het ziet er oké uit, prima voor... Het is een kolos. Je gaat er om dat je consumeert de film. En daar is het helemaal voor bedoeld. Dus de stoelen zitten lekker, je hebt de ruimte, geluid, beeld, allemaal prima. Tip-top in orde. Ja. Maar ja, kijk, de meeste mensen die hier naar Wenneker Cinema gaan, dat zijn is het publiek wat al wacht tot de film wat ouder is. Ja. Want die kunnen ook naar Rotterdam naar die film kijken. Ook het sociale gedeelte vindt men hier prettig. Absoluut, want je hebt hier een mooie krankcafé. Je neemt je biertje, neem je mee de zaal in. Daarna drink je. Weet je, het is een heel ander. Dus het publiek wat hier zit, die gaat niet naar Euroscope. Nee. Dus het zit daar niet in de weg. Je hoeft met je organisatie maar 3 dagen te pieken. 4 dagen. Of 4 dagen. Terwijl zij natuurlijk het hele jaar moeten scoren. Want het aantal mensen waar ze van spraken. Nou, mijn kleindochter was laatst, die zat met 6 man in één grote bioscoop. Ja, maar dus goed, ik vraag hem af of ze... Maar ik denk, dat kan ik niet anders. Ze hebben een aanlooproute nog, hè. Bedoel, ze moeten zich nog bewijzen. Ja. Daarnaast is Pathé, en dan hebben we even zo meteen terug de suikerzoete. Ja, even, maar, even uitstapje. Pathé heeft dus duidelijk een mediaslag willen slaan. Het was duidelijk dat... in de maand dat Euroscoop opende, en ik weet niet of Schiedam rondfietste, maar je zegt alleen maar Pathé. Ze hebben alles leeggekocht hier, weet je, dus Euroscoop kwam daar ook al niet tussen. Nee. Dus ja, die voelen ook een beetje aan. Maar ja, op een gegeven moment, weet je, de vraag is, het is een klein oorlogje een beetje. Dus, en op een gegeven moment gaat er iemand als winnaar de deur uit. Ja, ik denk dat Euroscoop toch best een grote kans maakt. Ja. Want zij hebben heel veel dingen voor en dat is gewoon de ligging. Ja. En ja, ik denk dat het even wachten is. Gemak dient de mensen. Even wachten en dan gaat het lopen. Ja. Die restaurants zijn nog niet open daar. Nee. Als het open is, dan moet het ook nog even draaien. Dus maar goed, nu is het terug. Suikerzoet even. Je had even een vraag, een technische vraag. Je doet het op verschillende locaties. Ja. Maar dan heb je natuurlijk ook apparatuur nodig om dat allemaal af te spelen. Ja. Dat neem ik aan dat je dat niet in eigen bezit hebt. Hoe doe je dat? Nee, dat huren we ook allemaal in. Dat is filmtechniek. Zijn daar bedrijven voor die dat... Nou ja, wij gebruiken dus ook van filmtechniek. Dat is een bedrijf wat ook het ITVA doet. Rotterdams Filmfestival. Okay. En daar werken we ook mee. En dat is eigenlijk het grootste, vind ik het beste bedrijf. Reclame maken. Maar, ja, die leveren gewoon goede kwaliteit. En die leveren ook de mensen mee om het te bedienen? Ja, dat wordt allemaal... dat je niet in de zenuwen moet zitten dat er iemand... Nee, dat wordt allemaal netjes gedaan voor ons. Die regelen alle voorstellingen. Wij verzorgen wel de films, de voorfilms, de bumpers, de reclamefilms, de dia's. Ja. Zij zorgen dat allemaal netjes geprojecteerd wordt. Dus daar hebben we geen omkijken naar. Nee. Dus nee, dat is hartstikke netjes. Nou, kijk, en terug om naar de klok te kijken. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook heel veel omheen nog. Hè. Dus want jij gaat nu de aanraders noemen. Je gaat nu in de krant. Sowieso de films. Ja. We hebben heel veel grote films dit jaar. La La Land, Lion, Demand Tout Commence, Frans, Maudie, Hemstedt. Nou, dat zijn wel A-films. Ja, heel veel. Dat was een heel goed filmjaar dit jaar. Ja. Dus dat was het programma vulde zich wel redelijk makkelijk met hele goede films. En hapjes en drankjes eromheen? Die zijn er ook overal per locatie verschillend. Want dat laten we ook aan locaties zelf over. Want de locaties stellen zich altijd... meeste locaties geven locatie gratis ter beschikking. En dan zorgen zij zelf om daar weer via drankjes en verkopen weer wat terug te krijgen. Ja, dat is voor ons een hele fijne, want wij denken wat wij willen doen met film. Ja. En zij doen dan de inwendige dienst. Dus die zorg heb je niet. Dat is helemaal goed, ja. Wat zijn aanraders, Edwin? Ja, alle films zijn natuurlijk aanraders. Nou ja, ik denk sowieso een orgel met The Phantom of the Opera. Dat is wel een aanrader. Het is zaterdag 5 uur. Geert Bierling is de stadsorganist van Rotterdam. Die speelt een live orgel. Ja. Nou, uit 1925, heel oud, maar het is heel mooi om dat eens een keer zo live te zien met een orgel die dan eroverheen ruist en dreunt. Ja. Dus dat is wel een aanrader. We hebben, even kijken, wat is nog mooi aan. Wat ik zelf een hele mooie film is, een Monster Calls. Dat is een drama over een jongetje die zijn moeder gaat verliezen en verwerkt ervan. Er zit heel veel fantasy omheen met een boom wat gaat leven, heel heftig. En dan denk je ook van als een effectenfilm moet daar helemaal, maar als je helemaal dat ondergaat. Ja. Ik heb van de zomer ik krijg ook in mijn film voor mijn vrienden Intimi heb ik een groot scherm in de tuin staan. Dat heb ik ook gedraaid en echt iedereen zat te snikken naar die film. En ik denk ook dat het nu ook gaat gebeuren. Zal ik hem meenemen? Is absoluut een zadeltje meenemen. Edwin, één dingetje even afsluiten. Ja, een paar dingen, want we hebben ook natuurlijk heel veel eromheen. Hè. Dus naast de opening hebben we nog wat afterparties. Vrijdag de eerste LGBT Candy Dandy Night met drag queens. En we hebben ook een hele goede hiphopband Fata Boom. Is ook helemaal up and coming. Alleen de naam al. Super. Geweldig van 11:15 tot 2 uur. En dan hebben we ook zaterdag in Sint-Joris doen we ook nog een mooie afterparty. Sowieso. Tot 3 uur. Woensdag 16. Mensen hoeven zich niet te vervelen. Nee, er is nog veel meer, maar daar hebben we er geen tijd voor. Maar ik kon nog even doorgaan. Nou, de krantjes kwamen keurig in de bus. Ja, dus, heel goed. Ik dacht slechts nog even op tafel. Hartstikke huis. Hendrik, het zit er weer op, lieve mensen. Dit was Wenneke Live. Nou, ik heb het met plezier gedaan, Jan. Ik vond het leuk. En ik wil de mensen nog aanraden, ga eens naar het museum, ga eens een stad bezoeken of een dorpje bezoeken, ga dus op pad. Want er is in het weekend heel weinig voetbal, dus daar hoef je het niet voor te laten. En doe wat met het gezin, denk ik. Zo is dat. Morgen tussen 10 en 12 kunt u weer kijken naar Wenneke Live. Wat ons betreft, u hoort het net van Henk, u hoeft niet naar het voetbal. En ook nog even de tip voor volgende week, want niet alleen Suikerzoetfestival gaat beginnen, maar we hebben natuurlijk ook nog de intocht... sorry, Suikerzoek Suiker, Filmfestival. We hebben volgende week ook nog de intocht van Sint-Nicolaas. Ja. Nou, u heeft het van Hans Verhel gehoord. Dat is wel heel belangrijk. Wanneer u zeker met kleine kinderen naar de Maasboulevard gaat voor het ontvangst, kleed ze warm aan, want het is daar veel kouder dan je gewoon denkt voor de deur. Dit was hem weer. Morgen tussen 10 en 12 herhaling. Wij met alle technici wensen u een heel fijn weekend toe.